Hoor, hier komt ie. Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Peter en Jan-Marc. Mijn naam is Johan. Wie weet komen er nog meer mensen bij. Ik denk het niet, maar we hebben nou concurrentie van de zon, hè? Ja, het mooi weer. Iedereen zit lekker op het terras. Maar goed. Al in tijd voor een lockdown. Hè? Ja, dus goed voor de kijkcijfers. Ja. Nou, in ieder geval, Eldorado die dankt ons nog voor de gulden die hij had gekregen. Had vorige week gewonnen. En inderdaad, je kan uitroepteken Ron Paul in de chat typen als je ook weer kans wil maken op e-gulders. Ja. En we moeten natuurlijk ook wel even een e-gulder regen laten zien, hè, in beeld. Hoppakee. Kijk, hartstikke idee. Ja. Ja, dus alleen maar uitroepteken Ron Paul in de chat en dan maak je de kans op. Ja. Komende zaterdag is er een ALV van de LP, een libertaire partij, voorheen bekend als de Libertarische Partij. En ik ben daar dan ook bij. En dan zal ik ook gaan livestreamen daar. Ja. Voor alle mensen die niet naar de ALV willen, om wat voor reden dan ook. Ja, misschien is het te confronterend, weet ik veel. ALV van de Libertaire Partij. Ja. Ja, die. Ja, ik ben geen lid, hè, dus ja. Ja, dan kan je via de livestream kijken. Ja. Anders zal ik uitleggen wat voor kuppartij het is. Waarom jij er niet op gaat stemmen? Ja, ik stem er wel op. Oké. Ik stem libertair, alleen ja, ik hoop gewoon, dat ik zou ze libertarische willen eigenlijk gewoon. Bedoel, wat de naam, weet je wel? De naam Libertarische Partij is weer beschikbaar. Ja, maar dat vind ik gewoon dat goed weer binnen een partij die niet eens één zetel heeft, dat schiet niet op. Weet je. Dus, onze enige luisteraar, JF, die legde dat heel mooi uit. Van, die zei van ja, ik ben geen libertariër, ik ben anarchist. En toen was het op een gegeven moment van, had iemand tegen hem gezegd van ja, moet er dan een afsplitsing komen? Ja, hij zei van nou, als we uiteindelijk in de situatie zitten dat we kunnen kiezen tussen een libertaire samenleving en een anarchistische samenleving, nou, dan kunnen we nog wel een keer kijken. Dus, ja. Mm. Dat is wel een mooie, ja. Maar goed, ja, laten we beginnen met goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. En dan heb ik daar een knopje voor. Daar in komt de praktijk is het overigens wel zo dat die afsplitsingen steeds kleiner zijn. En met die kerken zag je dat ook. Je had eerst de Rooms-Katholieke Kerk en dan kreeg je daarna de protestante hervormde, Nederlandse hervormde kerk was het, geloof ik. Ja, eerst was Luther, hè? Luther, ja, Luther en Calvin, de Calvinisten en de Lutheranen. Maar ja, op een gegeven moment dan splits je steeds kleiner tot artikel 31. Het is niet zo dat je hoe groter, hoe meer je gaat splitsen. Het is juist hoe kleiner, hoe fanatieker. Want dan krijg je een hele groep fanatiekelingen die splitsen zich af. En die krijgen altijd dan weer homeless. Ja. En dan splitst het zich weer verder. Het is een soort Fibonacci-achtige ontwikkeling. Ja. Ik snap gewoon die partij niet. Kijk, je bent een niche partij, oké? En ik heb heel erg het idee dat ze gewoon de hele tijd proberen uit te stralen van ja, maar wij zijn gewoon een normale partij, hoor. We zijn niet gek, we zijn geen wappies. Net als alle andere partijen zijn gewoon partijen. Terwijl ik denk, nee, je moet al die partijen lijken op elkaar. Dus jij moet gewoon dingen doen die partij. Jij moet gewoon dus gewoon wel voor vrij wapenbezit zijn. Ja. Want zelfs de FVD, de conservatieven, populisten, die willen dat niet. Hè, in Amerika heb je nog de concurrentie van de Republikeinen, die willen ook vrij wapenbezit hebben. En dan noem ik even een voorbeeld. En dan ben jij de enige partij die dat wil. Nou, dat is goed. Je moet anders zijn dan al die andere kutpartijen. En ja. Ik bedoel, je moet gewoon zeggen, wij zijn voor ongebreideld kapitalisme. Nou, dan wordt iedereen boos. Mooi. Iedereen wordt overstuur. Nou, mooi. Dat pak je gewoon mee. Kan je dat geluid leggen?
Ja, dan kan je zeggen, allemaal van die journalisten op je af die ja. denken van nou, dat is een kat in het bakje, die lul ik zo weg, want dat ja. is natuurlijk, dat is gewoon gemakkelijk. Ja. En dan moet je totaal ongewapend komen die dan ten strijde. Ja, die worden dan, dus helemaal... dan word je uitgenodigd en dan zit je tussen vijf linkse figuren die allemaal al per definitie overstuur zijn. Dat iemand dat en die vraag je dan, wat is een vrouw? En dan ontploffen ze gelijk altijd. Ja. Nou, en dan kom je bij één of zo, of zo'n kutprogramma. Nou, en dan ben jij de enige die dan... Dan krijg je natuurlijk maar 2 minuten. Ja, en dan moet je het dan wel even in die 2 minuten moet je het even waarmaken. Dan word je ook nog geframed. Vlammen, een beetje net zoals Jenna's toen met die Freek de Jonge en zo. Dan moet je even vlammen. Maar goed, dan ja, weet je wel. Dan kun je even gewoon een punt maken en zo. Maar het woord kapitalisme, ik lees het niet eens. Als er weer zo'n sponsorbericht voorbij komt op Facebook. Het is net of... Ze doen er alles maar aan om geen aanstoot te zijn voor wie dan ook, weet je wel. Van, ik weet het niet. Ja, wat dat betreft is natuurlijk in Amerika nou het roer omgegaan. Dat ze daar duidelijk die hele... soft toestand eruit hebben gemikt nou met een Mises-casus. Ja. Ja. Dus ja, ik weet niet of dat navolging gaat vinden, maar er zijn er een paar in met stoom afgeblazen. Hmm. Onder andere die Sarwark. En die Jurgensen, is hij nog steeds de lijsttrekker? Ja, ik geloof het wel, ja. Maar dat is inderdaad ook zo. Die zei, nou ja, daar is wel een zware kritiek op, dus ik vraag me af hoe lang dat dan nog kan duren. Ik vond haar niet sterk. Want ik kan me nog herinneren dat ze zat in die campagne. Je moest niet racistisch zijn, maar je moest antiracistisch zijn. Dat was een beroemde uitspraak waar nogal veel mensen over vielen. Dat klinkt niet libertair. Nee. Libertair. Maar goed, anyway, ik zag haar dan en had ze een reclamefilm, een campagnefilmpje. En dan was ze omgeven door 2 mannen met mondkappen. Weet je wel? En het zag er gewoon niet uit, weet je wel. En ik denk, ja, kom op, dit, hè? Wat is dit, weet je wel? En ik vond... Ja, ze snappen dat helemaal niet qua marketing, die mensen ook. Hè? En je kan zeggen, we hebben principes, dus wij buigen niks voor marketing. Maar eigenlijk zijn ze gewoon één meer worstenbroodpartij dan. Als je ook je face masks en je lockdowns en je woke shit. En als je dat allemaal blijft herhalen. Ze is dat woke shit ook. Want zij had op een gegeven moment ook een reclamefilmpje van... je kunt dan stemmen op 2 oude blanke mannen. Maar je kunt dan ook op een vrouw stemmen en zo. Maar ik bedoel, ik denk dat als je een GroenLinks'er bent, dan werkt dat. Maar bij libertariën werkt dat niet. Ik bedoel, het maakt ons niet uit. Weet je wel? Van, denk ik. Dus dat is... Ja, dat is, ja. Nou, goed. Het gaat er niet om wat er in het broekje zit, toch? Nee. Niet bij politiek in ieder geval. Maar ik zou jullie niet meer storen in jullie olie en... het is een puntje om wel even inderdaad... Ik vraag me af of dat wereldwijd navolging gaat vinden. Maar in Amerika hebben ze gewoon echt zo'n coup gepleegd, zeg maar. Gewoon, oké, we gaan de Libertarische Partij terugnemen. En we gaan daartoe iedereen lid worden. En dan gaan we al die conferenties aflopen. En dan hadden ze eerst nog dat je... Ja, hadden ze zo'n regeltje van je moet minimaal de vorige keer ook lid zijn geweest of zo. Of je mag stemmen of zo. Maar dat was allemaal uitstel van executie. Want dat betekent gewoon dat je één ronde langer doorgaat en dan alsnog omgaat. Maar ook nu bij deze laatste coup waren er heel veel formaliteiten. Er werden gewoon met formaliteiten geslepen in de voorschriften subsectie 23a... dicteert dat dit en dat. En dat klinkt allemaal zo zwak. En dat werd allemaal weggestemd. Maar die 2 mannen, die had toch ook een Mises-causus caucus in Nederland? En je kan dat volgens mij in Nederland ook makkelijk doen als je dat zou. Als je even je tanden erin zet. Want zoveel leden heb je er niet voor nodig, denk ik. Want hoeveel leden heeft de Libertarische Partij nou? Het zal niet veel zijn. Dus je moet even je schouders eronder zetten, allemaal lid worden. Hij kon aardig wat aanrichten als je dat wilde. Maar hij heeft inderdaad. Edwin was de nieuwe voorzitter, hè, geloof ik. Die had die een kans gegeven. Wat ik me vaak nog kan bijstaan, hoor. Ja. Dus, nou ja.
Ik denk dat Twan er gewoon ook bij is. Dan zal ik hem nog even daarna vragen. Naar zijn Mises Casus, hoe dat zit. Caucus. Caucus. Casus. Casus, ja. Het is een caucus. Caucus. Ja. Kranen hebben we er wel caucus. Caucus. Goed, ja, dan gaan we naar de olie, goud, bitcoin. Ik zal de aandelen zo ook even erbij halen, de S&P en de DXY. Staat erbij, als je Google vraagt, staat er partijleider Robert Valentine. Is die dat nog steeds? Nee, ja, lang niet meer. Ik denk dat het gewoon niet bijgewerkt is. Nee, zo is dat sinds 12 juni 2021. Is het Paul Scheurs en... Paul Scheurs was het, ja. Valentine. Wetenschappelijk bureau hebben ze ook. Ja. Bernard de Monde. Ja. Maar goed, de olie. Omlaag gegaan. Ja, nee, de Fed heeft zojuist 0,75% rente omhoog gedaan. Dus dat heeft wel een beetje effect op assetprijzen. Maar tot nu toe voornamelijk op bitcoin, geloof ik. Op de beurzen. Maar ja, de olie is ook omlaag gegaan, zie ik. Ik denk dat je aan de pomp niks zal merken. Ja, de kleine beukelman die was dat te luidruchtig. En die wilde ook meedoen aan de uitzending, denk ik, hè? Ik hoorde een black metal zanger. Ja. Ja, het was in slaap gevallen. Maar wel buiten op de banken. Dus dat getransporteerd worden. Dat was gelijk het einde van het verhaal weer. Nou, helemaal into Scandinavian black metal. Ja, maar ga verder. Dit was dus allemaal... allemaal wat omlaag gaan. Ik weet niet wat de olie nou doet, maar ik denk dat 116,66 of 2% omlaag is natuurlijk nog steeds niet spotgoedkoop. Nee, en ja, 75% was ook de consensus vanaf in ieder geval gisteren of zo. Dus het is wel aardig wat, maar vergeleken met 8% inflatie is het natuurlijk nog niet zoveel. Maar ja, je ziet wel dat het overal begint te kraken nou, want ja, dan krijg je toch relatief veel rente in de VS. En al die munten die nemen in koopkracht af. Dus ja, dan kan je net zo goed in de dollar zitten. Je ziet dat de Japanse centrale bank, die heeft eigenlijk de renteplafond ingesteld. Die zeggen, wij kopen alle JGB's als ze boven de 0,25% rente gaan noteren. Dus dan kan de rente kan nooit boven die 0,25% komen. Maar dat betekent dat zij steeds meer van die dingen moeten gaan kopen. Dat ze op een gegeven moment de hele markt gaan bezitten. En nou zie je voor het eerst dat de yen omlaag begint te zakken. Dus het hele experiment natuurlijk. In Japan was men begonnen met het hele rare experiment van geld drukken. Dat kan geen kwaad. En een soort MMT. En die hebben een staatsschuld geloof ik van 300% van het bruto nationaal product. En die hebben De centrale bank die heeft 3/4 van de markt opgekocht. En het leek allemaal geen kwaad te kunnen. Maar nu zie je dat de yen begint te kukelen. En ja, nou hebben ze een probleem eigenlijk. Want of ze moeten de rente ook laten oplopen. Maar als je dan 300% staatsschuld hebt als overheid. En je laat de rente oplopen. Dan is het ook gelijk poef. Dus het is hoe dan ook poef. En nou beginnen de hedge funds die denken van. Nou ja, tot nu toe is het. Noemen ze dat de widowmaker trade. Als jij dacht dat de Japanse obligaties gingen kelderen. Dan werd je eigenlijk als een widowmaker. Dat mislukte eigenlijk altijd. Hoe erg het ook was. Ze bleven maar hangen die dingen. En nou zag ik weer een hedge fund. Een groot Blue Water of zo hedge fund. Die sprongen erop. En die zeiden, we gaan het nog een keer proberen. We gaan je Japanse bund shorten. Want nou kunnen ze echt geen kant meer op. Want als ze nu. Ze laten de rente oplopen of ze laten de yen klappen, zeg maar hoe dan ook, dit is het einde van het verhaal voor Japan. En in feite is het einde van het verhaal voor ECB had vandaag ook een emergency meeting.
vanwege de marktonrust. Waar ze natuurlijk weer niks op besloten. Dus alleen een emergency meeting. Maar er werd gewoon weer niks gedaan. Koffie drinken met elkaar. Zo typisch. Ja, een emergency meeting. Ja. Ja, waarom is die dan? Nou, vanwege de turmoil op de markets. Maar ja, wat gaan jullie dan doen? Nou, niks. Ahoeren bestellen. Ja, denk ik. Champagne en cocaïne. Ja, in Europa was het gevaar dat, ja, men voorziet ook dat Europa op een gegeven moment ook net als Japan de rente omhoog moet gaan doen om mee te kunnen. Anders dan kleurt die euro helemaal in elkaar. En als dat gaat gebeuren, dan gaan de Grieken en de Italianen en Portugal en dat soort landen, die gaan natuurlijk ook een probleem krijgen. En dat zie je al nu gebeuren, dat de rentes voor de obligaties van die landen, die begint al op te lopen. Dus het verschil tussen de Duitse staatsobligatie en de Griekse of de Italiaanse, die gaat alweer omhoog. En ja, als die rente in Europa omhoog gaat, dan klappen die dingen, die toko's gelijk helemaal. Want die kunnen dat, nou ja, de zwakke broeders die gaan er dan als eerste aan, neem ik aan. En ik zou niet gek opkijken als dat ook de euro uit elkaar scheurt. Want tot nu toe hebben ze steeds gezegd van, er moet meer stimulus bijkomen en QE en al dat soort shit. En nu, tot nu toe werd er in het noorden vooral gezegd van, nou ja, oké, als de inflatie niet te hard oploopt, dan, nou ja, dat zal dan wel. Maar als de inflatie 10% is, dan gaat Duitsland denk ik niet meer akkoord, of Finland, of die noordelijke landen, met een nog meer stimulering. Want ja, dat betekent gewoon, dat weten ze ook wel, dat dat aan het einde van de euro betekent. Dus ja, dan of het splitst op of zo, of ik weet ook niet wat daar gaat gebeuren. En dan krijg je natuurlijk dat er nog een target 2 verplichting openslaat van een biljoen euro van die zuidelijke aan noordelijke banken in noordelijke landen. De rekening die nog niet vereffend is. Ja, die wordt dan ook, daar gaat dat denk ik ook streep doorheen of zo. Ja. Dat wordt nog interessant. Ja. Die noordelijke banken die komen toch in de problemen als het zuiden zich eruit flikkert en de zuidelijke banken komen in de problemen. De Deutsche Bank ook in de problemen, toch? Ja, want het spaarsaldo op die banken in het noorden is gegarandeerd met verplichtingen van Zuid-Europese landen eigenlijk. En als die verplichtingen niet nagekomen worden, dan is dat geld waardeloos eigenlijk wat er in de Noord-Europese landen staat. Ja. Maar ze hadden nog dat vangnetje, hè? Wat eigenlijk voor iets heel anders bedoeld was. Oh nee, wacht even. Nee, dat was inderdaad voor banken bestemd. Maar nee, dat was voor landen bestemd. Maar het is groot genoeg om de Deutsche Bank op te vangen. Dat was het. Toch? Ja, maar ik weet niet of ze nog wel ergens een potje hebben liggen. Volgens mij al die potjes van de overheid, dat zijn niet echt potjes. Dat zijn allemaal toezeggingen en zo. Net als AOW of zo. Ja, dat is een potje, maar een potje aan mijn hoela. Er is gewoon niks gespaard of zo. Die liggen niet ergens. Dat hebben ze staatsobligaties van gekocht of zo. Waardoor, en zeggen ze, nou, we hebben staatsobligaties op de plank liggen als potje. Ja. Maar ja, dat hebben we het gewoon geleend aan een buurman in de overheid. Maar ze hebben. Ik ben de naam even kwijt, maar er was zo'n vangnetje voor als er weer een land zou omvallen, kon dat gered worden. En dat zouden we niet, daar zouden we geen banken mee gaan redden. Mm-hmm. En we hebben het toen nog in de uitzending behandeld, dat toen inderdaad zeiden ze, nou, ja, ze moeten, dan gaan we er ook een bank mee redden, weet je wel. Want toen stond Deutsche Bank weer te wankelen. Mm. Dus, en die zat, dat is toen niet omgevallen, maar. Ja, het is ook het verhaal, het idee dat we, ja, net zoals ze voorheen bij de huizenmarkt hadden van, nou, het kan natuurlijk dat de huizen dalen in Minneapolis, maar dan gaan ze weer in San Diego omhoog of zo. Maar dat ze allemaal tegelijk omlaag gaan. Nee, de huizenmarkt is lokaal, dat is absoluut niet gecorreleerd. En het idee dat in Europa één landje omvalt, omdat die een lokaal probleempje hebben of zo, en dan moeten we even redden. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dat gaat gewoon in één massale klap flikkert de hele zaak in elkaar. Het is gewoon een stel drenkelingen die elkaar vasthouden. En die ene reddingsboei, die gaat heel die plas drenkelingen die elkaar allemaal naar omlaag trekken niet helpen. Ja. En er komt er ook nog eens bij dat ik denk dat Noord-Europa ook een soort Zuid-Europa is geworden. Niet zozeer. Ja. Het idee was dan, we doen allemaal 1 euro. En die Zuid-Europese landen gaan zich allemaal heel netjes gedragen. Dat worden eigenlijk een soort Noord-Europese landen. Dat worden allemaal een soort Duitsland, een soort Nederland. Maar wij lijken al helemaal niet meer op Nederland en op Duitsland van toen. De mark en de gulden.
wij zijn nou zelf ook gewoon een soort Italië geworden, weet je wel. Dus eigenlijk is Duitsland ook een hele zwakke broeder geworden als je kijkt naar die hele energietoestand die ze hebben. Die hebben windmolen, die hebben de energiewende gedaan, hun energiekosten zijn enorm opgelopen en ze hebben eigenlijk nothing to show for, want als Rusland de gaskraan dichtdraait, dan zijn ze hun baseload elektriciteit kwijt. Ja, dan hebben ze gewoon af en toe wat elektriciteit tot hun beschikking en dan, dan weer niet. En je hebt gezegd, gedeelde smart is halve smart, dus alles komt goed. Het is geen gedeelde smart, het is dubbele smart. Ja, gedeelde smart is dubbele smart. Ja, want je hebt nou in plaats van één Zuid-Europa, heb je twee Zuid-Europa's. Alleen één Zuid-Europa ligt nou in Noord-Europa. Dat komt door global warming, dat Noord-Europa Zuid-Europa geworden is. Maar ik heb hier nog de goudprijs. Wat staat er nog in het... Die boomgrens die zo optrekken vanuit de Sahara zo naar het noorden toe. Uiteindelijk zijn we allemaal Nigeria's. Ja, Canada-republiek. Maar ik heb hier nog de goudprijs ook omlaag gegaan. Wat is het? 1825 dollar per ounce. Ja, dat, Nou ja, het is natuurlijk, goud is altijd veel rustiger dan aandelen en dan zeker crypto. Ja. De hardste klappen die vielen toch wel in crypto. Ja. En het kan nog verder naar beneden. Daar ga ik het zo nog over hebben. Maar het is nu, laten we zeggen, rond de 20.000 is het tot stilstand gekomen. Ja. Coin. Ja, ik las dat Celsius, dat was nou weer. En eerst hadden we die Luna crypto gehad. Die dollar pack die verloren ging en dat hele ding dat opblies. En nu heb je Celsius, wat ook een leenplatform was. En ja, dat zou op zich allemaal goed in elkaar zitten. En zo. En die begonnen deze week opeens. Ja, we gaan je kan je geld er niet meer van afhalen. We hebben dat niet eerder gehoord. Ja. Dus dat is alweer zo'n Mt. Gox gevoel. Ja, en die hebben ook dat soort dingen vallen in cryptoland. Ja, op zich is het crypto leuk ten opzichte van banken die gered worden. Ja. Op zich is het wel goed dat dit soort dingen uitgewied worden, denk ik. Want er zitten gewoon weeffoutjes in. En het lijkt allemaal heel stevig, totdat het echt aan de tand gevoeld wordt. En nou staat er van dat Celsius, die hebben ergens een contract. Ik denk ook dat bij dit soort platforms dat op zich het originele idee goed is. Dat was ook zo bij Long Term Capital Management. Die hadden ook zo'n idee waar ze eerst veel geld mee verdienden. En dan op een gegeven moment dat idee is op, zeg maar. Dat hebben ze helemaal gebruikt. En dan gaan ze zeggen, wat kunnen we nog meer doen? En dan komen ze met een iets gekker idee. En op een gegeven moment wordt het steeds gekker, het idee, want het moet blijven groeien. Er blijft geld binnenkomen. Totdat ze eigenlijk helemaal van hun missie zijn weggewaaid. Want nou, deze hadden bijvoorbeeld, die hadden liquid staking of zo. Dan kon je je Ethereum, die kon je steken. Maar als je Ethereum steekt, kan je er niet meer bij. Want het is een one-way street. Als je die in die proof of stake chain gooit, dan kan je het er niet meer uithalen totdat de merge er is. En die merge die blijft maar naar achteren schuiven. Maar dan hadden zij iets gemaakt van, nou, je kan het ook bij ons steken en dan creëren we een token er tegenover. En dat is dan een staked Ethereum token. En die is evenveel waard als één Ethereum. Maar die kan je dan wel verhandelen. Dat klinkt allemaal leuk. Maar nou zie je dus dat de pack tussen die staked Ethereum en die andere Ethereum, die gaat ook losraken. Plus dat ze hebben ook nog ergens een contract openstaan, een smart contract van een half miljard, een half miljard dollar zit daarin. En dat wordt ook gewoon automatisch geliquideerd als dat onder een bepaald dekkingsgraad komt. Mm-hmm. En daar hebben ze wat bijgestort, maar nou eerst zat die grens geloof ik op 20.000 en dan zie je de markt die ziet dat dan opzoeken, die grens. Hè. Er zijn natuurlijk partijen die denken van, oh, dat betekent gewoon dat als je flink verkoopt en het komt bij die 20.000, dan worden die lui automatisch geliquideerd. En ja, dan, je zegt dat mijn volume omhoog moet. Ja, jij was net even zacht. Ik kan er zelf ook een stuk harder. Misschien praat ik gewoon te hard. Nou, je was net wel hard, maar het is... Hoe ben ik nu? Ja, hartstikke goed. Ja,
Kan maar je klonk ook op Skype, klonk je ook in één keer zachter. Oh, zeg dat dan gelijk. Ja, dat was één keer. Je zei één ding. Oh. En ik denk van misschien wat je iets aan het pakken of zo. Ja. Ah, ja, in ieder geval, die markt die zoekt vaak die liquidatieniveaus op. Hè. Dat, ja, als ze weten dat een bepaalde partij daar uitgeramd wordt, uit de positie geramd wordt, als de koers een bepaald doel bereikt, ja, dan weet je gewoon, als ik door blijf verkopen tot de prijs onder dat niveau zakt, dan wordt die partij geliquideerd en dan kan ik coveren op het enorme aanbod dat er dan loskomt. Mm-hmm. En ja, dit is een half miljard aan bitcoin. En ja, ik heb het idee dat het daarom ook zo hard naar beneden gaat, dat hij dat opzoekt. Dan hebben ze bijgestort en daar ligt de nieuwe prijs op 16.000 of zo, voordat ze geliquideerd worden. Dus ik ben benieuwd of die shorters dan doorgaan, daar we tot het 16.000 bereikt heeft. Ja. Ah, we gaan het er zo nog over hebben, dus ik had nog wat bericht hierover. Maar we hebben nog even de DXY, die staat op 105.66. Dus ja, flink omhoog. Hey, jij hebt mij niet harder gezet, want ik heb mezelf harder gezet nou, hè? Ja, ik heb nergens aan gezeten. Okay, want hij stond nog op mijn gitaarstand. Nou, ah, ja. Wat verdorie, jongen. En even kijken, ik heb hier nog even de beurs. Ik heb even de S&P erbij gehad. Die staat, daar zie je, die is nou omhoog geschoten de laatste paar seconden. Ja, misschien waren er toch nog een paar mensen die verwachten dat er 1% zou komen. In plaats van 0,75%. Misschien even kijken of we Bitcoin ook weer, wil ik nog openstaan? Ja, terwijl toch een meerderheid verwachtte ook 0,75%, moet ik zeggen. Dat, dus op zich komt het niet als een verrassing, maar ja, daarna komen ze al nog een hele uitleg erbij. Dan is het maar altijd bij de vraag als ze dan het idee hebben dat de markt helemaal over de rooie schiet van dat het hoog of te laag is, dan gaan ze altijd de andere kant weer op praten. Dus dat is, het was niet genoeg. En anders, nou, volgende keer doen we misschien wel meer en we houden mogelijkheden open. En als de markt denkt van, dat was veel te veel, dan gaan ze altijd weer de andere kant op lullen. Maar olie gaat wel een beetje omlaag. Olie staat op 115 nou. Ja, Bitcoin gaat ook omhoog. Is dat nou op 21? Ja, alles gaat omhoog. Alles gaat omhoog. Alles gaat omhoog, jongens. Hartstikke idee. Nou, mooi. Dan kunnen we met een goed gevoel naar de berichten gaan. Dus dat gaan we dan ook maar doen. Even kijken hoe ik alles wegklikken. Hoppa. Deze. El Salvador. Ja. Sleurt de kelderende bitcoin El Salvador de afgrond in. Miljoenen aan belastinggeld verdampt. Ja, dat is een mooie bericht voor RTL Nieuws natuurlijk. Verdampt. Gewoon geld verdampt. Ja, het is wel een slecht moment. Ik denk ook van die Michael Saylor. Ja, ze kopen heel erg hard in de weg naar omhoog, zeg maar, als het sentiment al goed is. Maar nu zie je dat het sentiment is gewoon super crap. Het is gewoon de Bitcoin 4 greed index staat op 7. Dus ja, dan kan je beter op dit soort momenten kopen. Dan kan je bijna geen buil afvallen. Terwijl, als het natuurlijk al heel eind omhoog gaat, dan loop je het risico dat je ook een keer een route naar beneden pakt. Mm-hmm. Maar ik denk dat hij met geleend geld gekocht heeft, die Salvadoraanse. Ja, al het geld van de staat is natuurlijk. Maar nou ja, weet je, ik vond het bericht leuk, want ik durf normaal nooit niet te klikken op. Veel nieuws. Nee, zeker niet als het om crypto gaat, dan om mainstream nieuws. Maar het was mooi weer en ik dacht, ik doe eens gek. En ik klikte erop en ik heb er geen spijt van gekregen, want het is echt gewoon een heerlijk bericht en het gaat mij niet zozeer om de crypto. Maar het is natuurlijk duidelijk dat iemand die de opdracht krijgt om zo'n stukje te schrijven, die moet er gewoon zo negatief mogelijk over schrijven. En dan wordt er zo'n mislukte kinderboekenschrijver, die wordt dan van stal gehaald en die moet er dan maar iets van maken. En ik moet ook zeggen, dat is ook echt wel gelukt. Er wordt dus gezegd, oké, die bitcoin gaat naar beneden. Dat is een drama voor El Salvador. En dan zeggen ze van, is in 2020 is er voor $20 miljoen gekocht. Volgens mij was dat. En in 2020 was de bitcoin nog €6.000 in maart. Dus daar zouden ze nog steeds op winst staan. Maar daarna is er nog voor $100 miljoen gekocht in 2021.
Ja, dan kan ik me herinneren dat ze op een gegeven moment een bericht hadden van dat ze de dip gingen kopen. En de dip was toen iets van 42.000 euro. Dus dan hebben ze op die partij staan ze nu even op vlies. Maar ze gaan het nog wat dikker aanzetten. Het gaat namelijk om de president van het vreselijke land. Dat is een populistische president. Staat er met dikke. En dat is, populisme is heel erg, want dan luister je naar het populus, naar het volk. En nou, dat is natuurlijk, dat moet je niet willen. En natuurlijk dat een volksstem wordt. Je moet een Klaus Schwabistisch president hebben. Maar de president wordt door critici gezien als een autoritaire leider. En een populist met een omstreden beleid. Maar dan gaan ze dus... Moet wel even bijzeggen dat hij inderdaad wel van de harde hand is, hoor. Dus, ja, oké, maar ze geven dus nou een voorbeeld. En dan doe je natuurlijk het meest heftige voorbeeld wat je kan verzinnen. Dus zet even je koffie neer. Hij houdt niet van straatbendes in zijn land. En die wil hij aanpakken. Oh, man. En toen dacht ik van, maar wij hebben zelf een minister van Gennep. En die houdt ontzettend veel van straatbendes. Die wil het liefst alle achterbuurten van Parijs leeg trekken. En al die kansenparels hier naartoe halen. Dus ik dacht, ik zie een win-win situatie, weet je wel. Want je kunt zeggen van Gennep, maar populistisch is ze niet. Nee. Dus jij zegt die El Salvadoraanse straatbendes, die kunnen dan naar Nederland toe komen. Ja, hij wil er vanaf. Van Gennep, die is dol. Op, heb je dat bericht toch wel gehoord van Gennep? Nee. Nee. Goed. Zij had dus... Volgende zei, nieuws zegt, ook niet, hè? Van Gennep, die zei van... Die banlieus, die zitten vol met kansloze mensen die in de criminaliteit zitten. En dan is het gewoon een goed idee dat wij die naar Nederland halen. Want, ze spreken onze taal. Ik weet niet precies, maar dan kunnen wij, dan gaan wij iets met ze doen. We hebben ook werklozen, maar dan hebben we er nog meer. En dan dat is het druk misschien gewoon wat. Ik weet niet wat, maar in ieder geval, dat was haar idee. Ze wou de achterbuurten van Parijs wou ze leeg trekken. Dus ik moest hier aan denken van, hier is een populistische president die wil er eigenlijk vanaf. Dus ik denk, dit is gewoon... Maar waarom gaat ze niet met die president van Frankrijk in gesprek? En van, jullie van die kansenparels waar jullie niks mee doen. Ja. Zou je gewoon niet eens daar iets mee gaan doen? Ik denk dat het misschien zelfs andersom is gegaan. Dat Macron haar gebeld heeft. We hebben nog wat afval liggen. Mogen we dat bij jullie dumpen? Ja, maar ze heeft er wel wat kritiek op. Ik denk dat ze met seksuele fantasie even over een hele bende criminelen. Ja, een gangbang fantasie. Ja. ik lees hier de toch blijft Bukele, die in 2019 aan de macht kwam, onverminderd populair. Meer dan 80% van de bevolking steunt hem, blijkt uit peilingen. We zien dat vaker in Latijns-Amerika en elders in de wereld. Ja. Populisme scoort. Ook al komen de rechtsstaat, democratie en mensenrechten in het geding. Ik moet wel zeggen, ja. Bukele is erg van wij van WC heen te adviseren. Dat soort onderzoekjes. Het gaat mij niet zozeer om die 80%. Alle opiniepeilingen zijn suspect natuurlijk. Precies. Het gaat mij erom dat de opmerking van RTL daarna... Populisme scoort, ook al komen rechtstreeks democratie en mensenrechten in het geding. Dus populisme, populisme brengt de democratie in gevaar. Dus dat is eigenlijk een heel raar idee inderdaad. Want je zou zeggen, populisme, daarbij luisteren de volksvertegenwoordigers en de regering luisteren nog enigszins naar het volk. Daarmee is het populisme en dan komt de democratie in gevaar. De democratie is dus een systeem waarbij absoluut niet naar het volk luistert. Geluisterd wordt. De meerderheid zou het voor het zeggen moeten hebben in een democratie. En dit gaat om 80%, dat is dan een ruime meerderheid. Maar de democratie komt dan in gevaar. Dus je moet eigenlijk wat de andere 20% wil, dat moet je doorheen drukken. Je kan wel zeggen wat Johan zegt, dat 80% bogus is. Hè? Maar het gaat er een beetje om dat deze journalist gaat ervan uit dat het waar is. De journalist gaat ervan uit dat het waar is. Maar wat ik mooi vind, is van... elke keer als het over het buitenland gaat, dan zijn dingen als rechtsstaat, mensenrechten, die zijn dan heel belangrijk. Alleen bij Nederland is het niet belangrijk. En het was ook een mooi stukje dat die bitcoins die waren gekocht met belastinggeld. Nou, en dan klopt mijn hart
absoluut als libertariër klopt dan sneller, denk ik. Ja, zo moet je doen. Je moet voor alles wat er uitgegeven wordt, alle hobby's van al die heersers, moet je erbij zeggen van, ja, het is gewoon wel belastinggeld, hè. Maar het gekke is, als het in Nederland gebeurt met biomassacentrales, 1000 miljard aan windmolens, dan zijn we de planeet aan het redden. Dan wordt belastinggeld niet genoemd. Ik krijg elke keer die spam van de gemeente Leeuwarden binnen. En dan is alles gratis. Altijd is alles gratis. Het prikken is gratis. De testen zijn gratis. We hebben nu weer een 5-daags City of the Proms festival. Dat kun je ook gratis zijn. Alles is fucking gratis. Wordt belasting, wordt nooit genoemd. Het zijn elfjes op regenboogkleurende eenhoorns die geld vanuit de hemel boven Leeuwarden storten en alles fucking gratis maken, weet je wel? En het is alleen als het om het buitenland gaat, dan heb je dus een populistische hobby van een rechtse autoritaire een man die naar de meerderheid en gebruikt gewoon belastinggeld. Weet je wel? En ja. Ja, en gaat tegen de wil van het volk in. Dan lees je hier dat de stikstofplannen, dat die afgekeurd worden door het VVD-congres en het CDA-congres. En dat ze gewoon zeggen, Rutte, nou, ga er toch maar heen door. Dat is dan geen populist. Hè? Die luistert gewoon netjes naar Klaus Schwab, zoals het hoort. Ja. Maar, ja, gewoon, het is, maar het is volgens mij niet binnenland, buitenland. Het is gewoon buitenland als het geen meelopende, hielenlikkende progressieveling is. Zeg maar. Dus een Mexicaanse president, als die iets doet, is het van belastinggeld waarschijnlijk. Als de Braziliaanse president iets doet, dan is het van belastinggeld en autoritair en populistisch. Ja, je hebt gelijk, want als het bijvoorbeeld om mensenrechten gaat, dan zullen, als het om Trudeau gaat, zal de RTL Nieuws niet over mensenrechten beginnen. Nee, joh. Dat klopt. Nee, dat is waar. Ja. Er is nog iemand die in Telegram, ene Andy, die reageert hoe je mee kan praten in de app. Ik denk dat hij Twitch bedoelt, maar ja, dan moet ergens, moet je even zoeken, Andy. Ergens in een hoekje zit iets waar je op kan klikken en dan komt de chat tevoorschijn en dan kun je mee horen. Ja. Ja, JF die zei ook nog iets. Oh. Het gaat niet om de democratie, maar over onze democratie. Ja, stel dat het een succes wordt met die crypto in El Salvador, dan zou het misschien onze democratie of onze rechtsstaat in gevaar kunnen brengen. Of in ieder geval ons bestel. Ja, ik weet niet wat jij heeft daarmee bedoeld. Het is misschien een gevaar voor ons systeem, wat niet echt onze rechtsstaat is, maar... Ze doen vaak een beetje met taal te goochelen. Ik hoorde laatst een figuur die was uit de woke cult ontsnapt. En die was zich aan het deprogrammeren. En die zei, ja, ze zijn enorm geobsedeerd door taal. En dat lijkt me hier ook wel. Net zoals de science is ook iets anders dan science. De science is gewoon een soort institutioneel bevel dat uit een bureaucratie komt vallen. Dat is de science. Maar dat heeft dan niks met science te maken. Hoewel wel geassocieerd wordt daarmee. Maar misschien is de democratie dan ook iets anders dan onze democratie. Je kan de democratie in zijn... Het werd ook van Trump gezet. Hè? Trump, ja, omdat hij het verkiezingsresultaat wilde veranderen, was hij een vijand van de democratie of zoiets werd er gezegd. Terwijl hij zei alleen dat het resultaat anders was. Maar hij wilde het niet veranderen of zo. Degenen die het veranderd hebben, zijn waarschijnlijk degenen die nu in de macht zijn. Ja. We hadden het al over Celsius gehad. Ja. Ik weet nog wel wat je aan het wilde toevoegen, maar... Ik heb daar een combinatie met een volgende... liquidation contract van 500 miljoen, inderdaad. En dat is nou is de liquidation price, die kun je gewoon erbij lezen. Dat is wel handig aan die contracten, dat is $16,000. Dat moet nog wel even zakken, maar ja, als het daar komt. Ja, ik denk dat er al een hele hoop short gegaan wordt met het idee dat hij daar doorheen gaat en dat hij geliquideerd wordt. Want ja, die partijen die dit soort acties ondernemen om daar doorheen te kopen, die weten vaak wel ongeveer hoeveel geld ze nodig hebben. Die hebben het orderboek bekeken. Ja. Die hebben gekeken van nou, dat duurt ongeveer 7 dagen keihard doorcellen. En dan moeten we er ongeveer zitten. En dan hebben we nog een reservebedrag. En die doen het ook alleen als ze zeggen van nou, we kunnen het voor $100 miljoen kunnen we het omlaag kopen. En dan pakken we een 500 miljoen winst.
Maar ja, dan heb ik wel het idee dat als hij daar doorheen gaat, dat dan ook snel weer opveert. Maar wat je ook krijgt bij dit soort op handen zijnde liquidaties, is dat niemand durft meer te kopen. Want men denkt, oh jee, er hangt een soort zwaard van Damocles boven. Dus het maakt het ook weer makkelijker om er doorheen te kopen. Ja, dat is bij Michael Saylor natuurlijk ook zo'n geval. Want Michael Saylor die zegt dan van ja, mijn liquidatiegrens ligt pas bij 6000 zoveel dollar of zo. Hè. Ik denk dat dat een beetje te ver is. Dat ze dat niet lukt om daar doorheen te kopen. Ja, ik had meer met de andere gedachte. Ik had gepost van, nou ja, kijk. Als iemand dan loopt te roepen in een drukke winkelstraat. Ja, nee jongens, maar niet in paniek raken. Er is niks aan de hand. Ja. Helemaal niks aan de hand. Ja, dan weet je wat er gaat gebeuren. En zo'nzelfde bericht. Dat is Michael Strategy die dan zegt van... ja, er is niks aan de hand. We zijn hartstikke goed. Ja. En maak je maar geen zorgen. Niks aan het handje. Ik weet niet hoe transparant het is, maar zijn balans. Dan zit je daar met je diamanten handen, weet je wel. En dan denk je, ja. En dan lees je ook nog dat bericht over Celsius. En dan denk je, ja. Misschien moet ik toch maar verkopen, weet je wel. Ja, ik denk dat dat... onder de 20.000 zit de volgende bodem, is 14.000. Dus ja... Ja, maar het zou kunnen. Ik heb wel een kooplimiet ordertje ingezet. Als die een keer een spike naar beneden heeft, dat hij hem dan... Waar staat hij bij jou? Ik heb hem geloof ik op de 16.000 staan. Ja, het zal nog wel even aan blijven houden. Maar ik denk zeker dat... Ja, het is nu zo doorverkocht. Dat je zou zeggen van... er kan een opleving komen. Dan gaat dat hij weer keihard omhoog gaat. Maar... Als er partijen zijn die hem echt er doorheen willen kopen, die laten het niet gebeuren. Hè? Die laten dat niet omhoog gaan. En dat zag je ook wel heel veel de laatste tijd. Dat er bijna geen bounce was. Als een keihard naar beneden ging, als het dan omhoog wilde gaan, boom, dan werd het gelijk weer de grond ingestampt. Ik denk dat totdat het spel uitgespeeld is, dat niet mag gebeuren. Nee. Ja, maar ik denk dat we wel nu de capitulatiefase, dus dat zit er dan wel een beetje in, denk ik. Ja. Ik denk inderdaad, ja, het is pas volmaakt als er echt nog even een flinke spike naar beneden is, weet je wel? Met hoog volume, ja. Ja, er zit ook wel aardig wat volume nou, hè. Ja, het is, maar even bijvoorbeeld je hebt ook die moving, die weekly moving average, die heeft hij net niet aangetikt. Dat is ook al een teken. Hij moet er echt doorheen, weet je wel? Even doorheen prikken, ja, gewoon. Dan weet je van, bij de COVID-crash was dat ook zo. Ja, alle voorgaande ook. Ja. Dan gaan we even naar Nederland toe. We hebben hier, even kijken hoor. Amerika. Minister van, minister van Financiën, VS. Even kijken hoor. Werkt aan identificatie anonieme crypto-wallets. Ja. Ja, nee, dat kan ik zit nou wat verder van de monitor af. Dat kan je denk ik wel doen door aan de KYC te koppelen. Ik denk dat elke keer als het een KYC exchange raakt, dan kan je natuurlijk zeggen van oké, nou weten we van wie het is. Maar goed, gaat het ze lukken? Ja, ik denk dat je al... Dat er toch heel veel mensen nou met speculeren niet van wallet naar wallet werken en toch weer hooguit op eigen wallet stellen en dan weer terug naar de exchange gaan. Dus ik denk dat het vrij makkelijk is dat je van heel veel bitcoins wel kan zien van wie ze zijn. Als je alle gegevens van de exchanges hebt. En ik denk dat als de repressie harder wordt, dat men meer lateraal gaat werken, zeg maar, meer... parallel van gebruiker naar gebruiker gaat, dat het steeds moeilijker voor ze wordt om het te doen. Dus het is ook zo, het is volgens mij een kanon dat ze één keer kunnen afschieten. Je kan één keer kan je zeggen van, haha, wij hebben alle KYC-informatie en we weten waar je zit. En dan binnen no time gaat het allemaal. Dat is net zoals met gun control. Dat je kan zeggen van, nou, in Canada zeggen ze ook, we gaan alle handguns verbieden. Nou, mensen gaan enorm veel handguns kopen, ten eerste. En de tweede krijg je dan een enorm circuit wat gewoon helemaal buiten het zicht omgaat. Mm-hmm. Ik denk dat het met crypto ook. En dat moet ook met crypto gebeuren, denk ik. Plus dat je die privacy coins nog.
Maar heel veel exchanges durven die privacy coins al niet meer te nemen. Want daar zit al KYC-probleem aan. Maar dat maakt ook niet zoveel uit. Want die privacy coins die kun je altijd weer swappen ergens bij zo'n decentralized exchange. En dan kan je het weer naar een... dat kan dan ook weer dat die central exchanges bepaalde coins gaan weigeren of zo. Als ze niet goed kunnen zien waar ze vandaan komen. Ja, je weet niet waar het naartoe gaat. Er zal wel een hele hoop ellendige regulering aankomen. Ja. JF heeft nog wat gereageerd. Hij zegt, als je aan de macht bent, heb je het over onze democratie. Dat is nog naar aanleiding van de vraag die we eerder gesteld hadden. Wat hij bedoelde met zijn eerdere uitspraak. Alle wallets zijn van Hunter. Oh ja, ja. Alla, 10% voor de big guy. Joostje zegt van dat doen ze, proberen ze al 6 jaar. Staat ja, precies. De aankondiging geeft ook duidelijk aan dat cryptocurrencies... Hier staat ergens van... Toch zou de oorsprong van deze uitdaging niet bij belastingontduikers liggen. In plaats daarvan waren de financiële sancties tegen Rusland de oorzaak. Rusland had voor de oorlog al flinke oorlogskast aan buitenlandse valuta, met name dollars bij buitenlandse banken, die zijn bevroren. Het land zou daarom cryptocurrencies kunnen gebruiken als manier om sancties te omzeilen. Dat zou dan de reden zijn voor deze... Het heeft niks met belastingontduikers te maken. Dat heeft de grote Satan van Poetin te maken. Toch is het belangrijk om te realiseren dat het in de ogen van de overheden ook belangrijk is om de transacties van de eigen bevolking te monitoren. En niet alleen die van staatsvijanden. Daarmee kan het criminaliteit zo onaantrekkelijk mogelijk maken. Het is voor criminaliteit. Ja, criminaliteit, natuurlijk. Die gebruiken allemaal crypto. Ja, ja. Yeah, right. Ja. En het rare is ook dat ze de overheid zeggen, ja, het zal een hoop geld gaan kosten hier, zeggen ze, om die identiteit boven water te toveren. Maar dat betekent dat de overheid het de moeite waard vindt om dit toch te doen. Volgens mij wordt dit een grote plas weggegooid geld weer, want zij richten zich altijd op de situatie zoals die nu is. Net zoals als ze bij belastingverhogingen, dan zeggen ze altijd van, nou, als we het van 7-9% doen, dan hebben we zoveel meer inkomsten. Ja, afgezien van het feit dat iedereen dan wegvlucht uit die jurisdictie of sector van de economie waar het van 7-9 gaat. En dat is ook zo met die crypto. Op het moment dat zij de duimschroeven gaan aandalen, dan zie je natuurlijk privacy coins enorme vlucht gaan nemen. En de hele cryptomarkt is gewoon veel sneller en innovatiever. Dus die gaan allemaal onderzoeken ervoor leven. Net zoals een Litecoin heeft nou ook een privacy mode. Dus daar kan je gewoon, je kan Litecoin, wat dan, of de default versie is gewoon niet privacy, maar je kan er wel een privacy transactie in doen, net zoals bij Dash is dat geloof ik ook. Maar dan, dan krijg je dat soort oplossingen natuurlijk allemaal. Die crypto boys, die kunnen natuurlijk veel sneller oplossingen verzinnen dan die overheid erachteraan kan gaan. Ja. Ik denk dat ze op een gegeven moment een miljoen hebben weggegooid om de anonimiteit weg te werken van Bitcoin. En dan is de realiteit is al lang, weet ik veel, intussen zit de cryptomarkt op layer 3 al. Ik denk dat ze, dan gaan ze allemaal achter de big fish aan. Dus ze proberen ze allemaal te achterhalen van wie die wallet van, de Satoshi stash is, weet je wel. Maar ja, er wordt wel... Er zijn dat, mensen... is al niet meer te achterhalen, denk ik. Plus, nee, maar die zijn ook wel... gemined, die dingen. Die zijn gemined, ja. Die zijn niet gekocht. Maar er zijn mensen die serieus een donatie doen aan die Satoshi-stash, hè? En die zijn dan automatisch verdacht. Dan denk ik, ja, ik ben zo blij met deze uitvinding. En ik wil Satoshi, wil ik toch een beetje steunen, want die heeft het al zo moeilijk. Hier heb je hem. En dan ben je, krijg je meteen de FBI achter je aan. Nee, even kijken hoor. Oh ja, wat veroorzaakt een recessie? Iemand die heeft zich daarin verdiept. Oh, ja. Dat is een heel moeilijk probleem, hè? Maar dan... We zijn benieuwd. Wat zal het zijn? Dat past niet de overheid, hè? Was dat die ene die zei van
denial of January 6 insurrection. Of, nee, dat was inflatie, was dat inderdaad. Nee, dit is een andere. Dit komt uit Fortune. Volgens mij had jij hem gepost, Peter. Oh, ja, ja, ja. Nee, ik was in de war met die andere. What causes inflation was dat, die andere. Heb ik er ook bij gezet, geloof ik. Ik vind de titel erg leuk. Ik vind maar de titel leuk. Maybe it is because how grumpy you are about the economy. Dus het is jouw kuthumeur. Ja. Dat zorgt dat de economie in een recessie raakt. Dus het is niet zo dat de recessie zorgt dat jij een kuthumeur hebt. Nee, dus jouw kuthumeur zorgt voor een recessie. Dat is een Fortune, hebben dat bedacht. Dat vond ik al een beetje opdraaien van de... Maar ja, dat is maar net afhankelijk van wat voor regering er is. En bij deze regering ben jij de oorzaak van. Nee? Het is gewoon allemaal psychologisch. Het heeft niks te maken met... compleet wanbeleid en ontzettende waanzinnige regulering en belastingen die er zijn. Nee, het is gewoon een psychologisch fenomeen. Dat proberen ze met inflatie ook altijd te doen. Hè? Dat het is, ja, het is gewoon, het is helemaal psychologie is het allemaal. Dus ja, het heeft niks met geld drukken te maken. Want soms druk je heel op geld en dan gebeurt er niks. Maar dan soms ook wel. En het is allemaal psychologisch. Het is natuurlijk gewoon een proces van, ja, je hoort een hele hoop zandkorreltjes op een berg en op een gegeven moment stort die in. En bij welk zandkorreltje dat nou precies gebeurt, ja, dat is niet helemaal te voorspellen. Maar je weet gewoon dat het instabiel wordt. En dat het dan een keer misgaat. En om het dan op de onderdaan af te schuiven, omdat hij te chagrijnig is. Ja, heel zwak. Poetin en de ongevaccineerden, dat zegt JF nog. Kan het ook allemaal liggen. Ja, ja, het zijn een paar... lui die allemaal, maar er staat hier nog wel in het artikel, the chicken or the egg, vraagteken. Ah. Dus ja, ze zijn zich wel gewoon bewust dat het ook andersom zou kunnen zijn. Mm-mm. Of course, not every economist agrees that falling consumer confidence can spark a recession. And even Atwater admits that economists aren't the best at distinguishing chicken from egg. Dus dat wordt nog wel even onderaan genoemd. Dat het... dat het zou kunnen zijn dat het andersom is. Nou, we hebben nog Obama's minister van Financiën. Geeft opstand ontkenners de schuld van inflatie. Ja, dat was die andere inderdaad. Dat als jij niet zegt dat 6 januari een coup was, een opstand, een poging van de man met de berenhelm en speedo aan en zijn gezicht geschilderd om de macht te grijpen, ja, dan veroorzaak jij inflatie als jij denkt dat dat onzin is. Overigens, ja, ik vind het wel manhaftig. Ze hebben nou heel primetime afgehuurd in de VS, wekenlang op primetime, om allemaal die januari 6 zooi naar voren te pompen, dat een coup was. Ja, maar de echte coup die was ietsje eerder gepleegd. Maar ze proberen dat echt heel groots uit te rollen. En de ratings die kelderden gelijk alle kanten op. Niemand had er zin in om daar naar te kijken. En dat is ook logisch natuurlijk. Dat je op primetime daarmee geconfronteerd wordt. Maar ze hadden kennelijk een bak geld liggen om dat te doen. Ja. En, we hebben wat dubieuze figuren uit de media ingehuurd, hè? Omdat allemaal, ja, het is gewoon, het wordt echt neergezet als een. Het wordt geproduceerd. Mening wordt geproduceerd. En het raar is dat het eigenlijk niet lukt, lijkt het. Gewoon de helft van de mensen gelooft nog steeds niet. Nou ja, ik sprak wel de laatste paar mensen. Ik dacht, gasten van ik dacht dat, nou ja, die snappen ook wel dat hele. Ja, Nederland. Niks was. Ja, Nederland, hè? Ja, Nederland geloven ze wel, ja. Ja, en ik stond helemaal verbaasd van dat. En die zei meteen dat ik een complotgek was. En hoe kan ik denken dat geen erg ding was? Ik zei, het is gewoon een carnavalsoptocht. En de achterdeur werd opengezet van kom maar binnen. Ja, en ook die FBI-vent, hè, dat ze dan... Ja. Dat is die event die roept, we have to enter the capital, come on, we have to enter the capital. En die event staat gewoon op video en begonnen ze allemaal te roepen, fat. Die hadden natuurlijk ook wel door. Ja, dan zijn er altijd een paar zwakzinnigen die dat dan niet doorhebben. Dat is gewoon, dat is op tape. Dat is op tape. Ja, ja, ja. Oh.
En, de man die was herkend als een dat is. Okay. Nee, maar zij vermoeden, de publiek vermoedde dat van het een van vent de Proud Boys, de gast van de Proud Boys. Nee, dat was niet van de Proud Boys. Nee, er was een vent, een grote vent wel, en die riep iedereen op te hitsen. En die mensen de meeste mensen hadden ook wel door dat dat geen zuivere koffie was. Mensen hebben toch wel een gevoel hoe dat werkt nou. Zeker na al die terroristische aanslagen die door de FBI vereideld zijn. En toen hij dat begon te roepen, toen begon het menigte te scanderen, vet, vet, vet. Dus die hadden gewoon wel door van, jij bent een vet die probeert uit te lokken. Maar het is, en die vent is ook niet aangeklaagd of zo. En dat werd ook gevraagd bij deze January 6 committee. Kwam er een republikein die zei, ja, kent u deze beelden? En dat was van die vent. Oh. En die man is niet aangeklaagd. De reactie was wel heel mooi. De reactie was van, nou, ik kan niet goed horen hoor. Wat zegt hij allemaal? Nee, ik kan het niet horen. Dus dat was het verhaal. En je kon best horen wat hij zegt. Maar oké, er werd al even herhaald wat hij dan zei. Hij zei, let's go Brandon. En toen vroeg er ook iemand van, is this officially approved video? dat was ook zo'n mooie vraag. Probeerde met onderuit te wurmen. En toen vroegen ze gewoon van, ja, kunnen jullie bekennen, of kunnen jullie stellen dat er geen FBI instigators tussen de massa zaten? Dus hij wilde gewoon horen van, ja, waren er lui die dat uitlokten? En die vent die antwoordde zich, ja nee, gedurende een lopende investigation kunnen we geen uitspraken doen. En dat is ook onzin, want ze hebben een heleboel uitspraken gedaan over tijdens de lopende investigation, maar altijd één kant op. Maar als ze dan gevraagd worden, waren er FBI aanwezig, dan kunnen ze opeens geen uitspraken meer doen. Terwijl, ja, dit was gewoon het feit dat hij niet aangeklaagd is, dat hij iedereen liep op te hitsen, dat de menigte vet scandeerde, dat betekent gewoon dat was een instigator, hoe heet het, zo'n, een intrigant. Ja, ik weet van dat je van die Proud Boy figuren had, en daar zaten wat informanten bij. Dat was toen later ook nog naar buiten gekomen. Zou kunnen, ja. Nou, zo, ja, dat heeft nog in de kranten gestaan. Dus, die werd ook niet vervolgd, die gast. Maar ja, ik denk dat dit soort tactieken begint men langzamerhand wel een beetje duidelijk te worden. Ook omdat er natuurlijk een aantal van die terroristen naar voren zijn gekomen, wat gewoon zwakzinnige lui waren eigenlijk, die waarop een jaar was ingepraat door de FBI om op een knopje te drukken, en daarmee hadden ze een bom tot ontploffing gebracht. En ja, ik denk dat het aan kracht begint te verliezen. Dat mensen ook al, net zoals Pietje Puk pleads guilty to corruption charges. Men weet denk ik inmiddels dat het niet betekent dat Pietje Puk corrupt was of zo. Het betekent gewoon dat ze tegen Pietje Puk hebben gezegd van, nou, of je plead guilty, dan ga je 5 jaar de gevangenis in, of je plead innocent en dan zorgen wij dat je een negatieve jury krijgt en dan gooien we nog 20 charges naar je hoofd. Dan wordt je charge plotseling 6 keer levenslang. En dan kunnen we ook nog een jury regelen die rubberstempt alles. Dus wat wil je? Plead guilty of niet? Ja, dus dan zegt iedereen plead guilty. Maar dan heel veel mensen dachten dan altijd van, oh, nou, dat betekent dat hij schuldig is. Als hij zelf al zegt dat hij schuldig is. Maar ja, dat zijn die plea deals. Dat is gewoon, dat zijn eigenlijk geen deals. Zijn dat. Het is geen plea deal. Het is gewoon van, als je ja zegt, dan geef je 4 jaar en anders ga je 20 jaar. Nou, wat zeg je dan? Ja, ik ben schuldig. Mm-hmm. Ja. En dat was toen met dat college fraud verhaal ook zo. Er was dat rijke mensen betaalden een figuur en die maakten dan admission test voor college voor hun kinderen. En dan werden ze toegelaten. Maar er was één geval van een actrice of zo. En het was natuurlijk weer een christelijk conservatief iemand. En die zei van, nou,
ik ben gewoon zelf in de val gezet, want ik had die gent veel geld betaald en die zei dat het een donatie aan de universiteit was of zo. En dat dan hun dochter werd toegelaten. Maar die had niet gezegd dat die testresultaten ging vervalsen. Dus ik ben nergens schuldig aan. Want het is inderdaad zo dat als jij een grote donatie doet aan de universiteit, gewoon via het bovenkanaal, zeg maar, direct op de hoofdrekening van de universiteit, dan kan jouw kind opeens toegelaten worden. Dat is, daar is niks verkeerds mee, vinden ze over het algemeen. Maar als jij gewoon een of andere in de private sector fraudeur een geld geeft, die ook bij de universiteit werkt om jou door zijdelings in te werken, dan is het opeens fraude. En als de andere kant daar niet van weet, dan is het natuurlijk is het geen fraude van hun. Het is fraude van degene die die testen doet. Nee. En dus zij zei, ik ben onschuldig. En toen begon het hele verhaal. Dat ze inderdaad begonnen stapelen en meer aanklachten en meer ellende. En zoveel jaar voor dit en zoveel jaar voor dit. En dat gooi je er ook nog op, zoveel jaar. Net zo lang tot ze uiteindelijk toch ook zei van, nou ja, plead guilty. Dus ja, dan weet je gewoon, die plea deals. Ja, ergens zou het mij ook heel moeilijk vallen, denk ik. Als ze op mij af zou komen, zou ik ook zeggen, oké, sluit mij maar op voor levenslang. Want ik heb geen zin om plead guilty te zeggen als ik niet guilty ben. Maar ja, jouw advocaat zal natuurlijk wel zeggen van, joh, doe dit nou maar, want anders dan, dat is het beste voor je. Het lijkt gewoon een advocatie te vinden die dat soort dingen niet doet. Die gewoon zegt van, we gaan er tegenaan, we gaan vechten, we gaan winnen. Aan de andere kant is het wel waarschijnlijk in je best interest om het wel te doen, als je gewoon de minst lange straf wil hebben. Maar ja, aan de andere kant kan je ook zoiets hebben van, ja, ik kan me voorstellen dat je zoiets hebt van, nou, sluit mij dan maar op, maar ik ga gewoon, ik ga je niet in meelopen toneel spelen of zo. Dan is het wel jullie verantwoordelijkheid. Hè? Mm-mm. Ja. Maar de Chinese bankprotest gestopt door gezondheids... Ja, de health codes. Dus om in China te reizen, dan moet je zo'n groene pas kunnen QR-code laten zien. Dat je mag in de trein op, zeg maar. Er waren een aantal mensen die waren hun geld kwijtgeraakt bij een bank. En die dachten, nou, we gaan eens even protesteren. Dus uit het hele land wilden ze bij elkaar komen om voor die bank te gaan protesteren. En boem, opeens waren ze opeens allemaal COVID-positief. Dus even om aan te geven, zeg maar, hoe dit gebruikt gaat worden, dit soort dingen. Net zoals die central bank digital currencies, die gaan natuurlijk ook zo gebruikt worden van, oh ja, wil je demonstreren? Ja, oké. Nou, boom. Je saldo is nou nul. Negatief zelfs, kan ook nog. En je mag niet meer reizen. Nee. Dus als mensen dat steunen en die gaan zeg maar, die zeggen, het is heel belangrijk dat we van die QR-codes en health passes hebben, want dan blijft oma veilig. Laat ze dan dit bericht zien. Laat ze dan dit bericht zien, ja. Ja. Maar wie ook nog van Twitter gegooid is, want ja, dat, het houdt gewoon nog steeds niet op. Ook al wil Elon Musk Twitter misschien niet kopen. Maar raad eens wie er vanaf geflikkerd is. Hey, Vermin is. Supreme. Ja. Ah. Account suspended. Ja. Ik vond het al zo rustig in één keer op Twitter. Ja. Maar wat is het, wat was dat de excuus voor? Dat weet Vermin Supreme ook zelf ook niet. Het zit nog wel op andere sociale media en hij heeft geen idee en dan moet er wel om lachen. Ze gaan toch wel, ze blijven toch maar doorgaan, hè? Ja. En misschien dachten ze dat het een fake lips account of TikTok, was. Er was gelekt een lips op, over lips op TikTok, dat ze die wilden ze bannen, ook, maar toen werd er wel in de discussie dus helemaal gelekt door iemand. Ze zitten binnen Twitter, binnen Twitter ook wel mensen die dat gewoon. Ik denk, wow, dat is wel leuk om even naar buiten te brengen. Subversieve elementen. En maar dat was echt zo van, ja, misschien schenden we wel onze fiduciary duties. Want kijk, zo'n bedrijf heeft eigenlijk als verplichting om de aandeelhouders belangen te bedienen, zeg maar. Dus jij moet als bedrijf
heb jij de verplichting om, ja, om de belangen van je aandeelhouders zo goed mogelijk te verdedigen. Als jij mensen gaat bannen en een beetje gaat censureren, dan doe je dat niet. En kennelijk zitten ze daar, zich daarna bij Twitter een beetje zorgen over te maken. Omdat ja, Elon Musk die is natuurlijk met die overname bezig. En als ze dat, ja, als ze dat niet gedaan hebben, de belangen van de aandeelhouders behartigen, dan zijn ze wettelijk in overtreding. En als dat allemaal op tafel komt ook, boven tafel komt, als bij die overname, dan hangen ze ook. Dus kennelijk was er intern al wat van, hey, we moeten ons een beetje op gaan letten daarover. Ik weet niet of ze uiteindelijk, geband hebben, Lips op TikTok. Nee, in ieder geval wel Furman, maar dat is wel raar, want hij komt wel echt van de linkerkant. Hè? Hij is links-anarchistisch. Ja. Was hij ooit begonnen zo? Ja, we hebben hem in de uitzending gehad. En hij is toen, ja, ik denk ook wel dat hij een beetje opgeschoven is. Ja, hij was lijsttrekker voor LP ook, hè? Of presidentskandidaat of zo. Ah, ik volg hem nog wel een beetje. Er zit nog wel wat links in, zeg maar. Ja. Maar ja, dat altijd met een vleugje humor eroverheen. Maar je ziet ook wel bijvoorbeeld, ja, net bijvoorbeeld Johnny Rotten, die links-anarchist begon en nu onwijs conservatief is. Nou, de meeste van die punkbandjes en zo, die zijn nou allemaal take the jab, stay home, social distance. Ja, maar heel veel van die punkbandjes, dat was gewoon voor het grote geld. Hè? Dat was bij de Sex Pistols ook al. Ja, ik weet niet of Johnny Rotten echt links anarchist, misschien wel anarchistisch. In de begintijd wel, ja. Had hij linkse ideeën, ja? Oh, oké. Okay. Nou, hij was wel altijd wel een zelf, dat zie je ook in die serie, als je die, ik weet niet of je die gezien hebt, die nieuwe serie over hem, over de Sex Pistols uit is. Daar was hij niet positief over trouwens, toch? Dat vond hij een kutserie, nee, toch? Nou, hij is zelf nooit gevraagd, dus ze hebben hem nooit gevraagd. Oh. Maar ze hebben het wel gebaseerd op volgens mij een boek van de gitarist. Ik ben zijn naam weer kwijt. Nou ja, oké. Okay. Ja, die gitarist van de Sex Pistols. En die heeft volgens mij wel aan meegewerkt. Ja, die een hekel aan punk heeft tegenwoordig. Ja. Maar dat had Johnny Rotten eigenlijk al meteen, toch? Toen hij bij de Sex Pistols weg was. Ja, is dat zo? ja. Die zei ja. Wij waren er en de punk, dat zijn alleen maar copycats. Ja. Hij is toen Public Image Limited begonnen. Gewoon zijn eigen ding gaan doen. Maar die, ja. Ja, ik vond het altijd al een geweldige figuur, hoor. Die Phil Lydon. John Lydon, sorry. Ja. Maar... Ja, het was wel leuk dat hij... Hij is een beetje rebel met mij. Ik hoorde een keer een interview met hem. En toen werd hij... met een of andere zeg maar, rechtse rebel. En toen zei die rechtse rebel, die zei iets van, we on the right. En toen was die Johnny Rotten helemaal van, right? Am I on the right now? maar echt een soort oprechte verbazing van, waar ben ik nou beland? Had hij ook niet gewoon gezegd van, als je tegenwoordig tegendraads bent, dan ben je rechts gewoon. Ja, hij was ook Trump supporter, geloof ik, of zo. Ja, ik denk dat ook wel een beetje, goed. Het kan zijn dat zo iemand gewoon instinctief... Verkeerd begrepen wordt. Nee, instinctief gewoon tegen de consensus ingaat. En gewoon altijd... Er zijn mensen die vinden het gewoon leuk om... Om beschoten te worden, zeg maar. Ja, nou, ik denk dat het bij hem wel iets dieper is. Ik denk dat hij er gewoon wel over nadenkt. Dat zou kunnen, ja. Maar ik weet dat er ooit een keer was een vicepremier. Die werd altijd uitgelachen omdat hij zo dom was. Biden? Ah, kijk, weet je wat het is? Als je gewoon, als je het hele linkse idee nu hebt en dat zit er ook die hele woke culture bij goed. Dan ben je gewoon in principe een lazenlikker die gaat in het systeem. Alleen heel veel mensen, die zien dat niet zo. Die denken, ik ben tegen racisme en dat is toch best wel wauw en zo. Voor de homo's en zo. En die geloven dat dan nog, dat ze dan inderdaad...
Dan lig je wel te slapen. Er zijn mensen en die vinden het gewoon leuk om flink onder vuur te liggen. Gewoon Dan Quayle was het, ja. Dan Quayle werd ook door links uitgemaakt dat hij een Mongool was. Maar die vond dat gewoon leuk, want dan kon hij lekker terugschieten, zeg maar. En je vraagt je wel af of dat soort mensen niet gewoon, als dat machtscentrum zeg maar verandert, van nu is het links en dan verandert het naar rechts, dat je dan opeens, dat die mensen toch weer veranderen dan, gewoon omdat ze gewoon zich lekker voelen als ze tegen de massa inschieten. En dat kan ik wel ergens wel... Ja, ik denk dat het bij hem niet zo is, maar ik kan me wel voorstellen, dat soort lui heb je wel inderdaad, ja. Ja, ik weet ook niet of het bij hem zo is, hoor. Dat weet ik absoluut niet. Ja. Ik vond hem wel altijd vermakelijk, dus ja. Maar ik heb zelf ook wel een beetje dat als je opeens in de massastroom zit, mm-hmm. dat je denkt van, check my premises. Dat ik opeens denk van, dit kan niet kloppen of zo. dat heb ik eigenlijk nog maar, dat heb ik ook, maar dat is eigenlijk nog maar sinds een paar jaar. Als je dan leest van de paus zegt dat de Oekraïneoorlog uitgelokt is. Dan denk je, ja, ik ben het eigenlijk nooit met de paus eens. Dat is een soort marxist. En dan denk je van, Maar ik heb ook wel eens idee van, dat zou best wel eens uitgelokt kunnen zijn. Want het komt wel heel goed uit aan de westerse land. Net nu de economie in elkaar pleurt, komt er een oorlog voorbij zeilen. Maar dan denk je, ja, ik kan het toch niet met de paus eens zijn. De klopt iets niet. Dat heb ik wel eens vaker, dat je denkt van, ben ik het met die persoon eens? Dat kan niet helemaal de klop. Ik heb het dan vooral met, ik volg het nieuws gewoon allemaal niet meer zo. Hè? En op een gegeven moment dan haat heel Nederland Ali B. En ik heb eigenlijk altijd al een hekel aan Ali B gehad. Maar dan moet ik uitzoeken van waarom is dat waarom dan? Waarom is die toch sympathiek? Waarom haat iedereen nu? En dan is er een soort pedo-schandaal. Of ik weet niet eens wat het is. Een MeToo-schandaal. Ik weet niet eens. En ik weet niet eens of het bewezen is. Ja, maar dan denk ik van ja, waarom is nu in één keer de aandacht helemaal op? Weet je wel? Van waarom. Zoiets als Demmink, dat interesseert niemand wat. Maar als Ali B iets doet, of misschien niet, dan is de hele wereld te klein. Maar het was niet alleen Ali B, maar het was iedereen. Ja, maak op voor Satan. Maak op voor Satan! de reden was dat John de Mol die studio wilde hebben. En dat was de reden. dat is een complotgekking. Het was toch een nieuw MeToo-verhaaltje met Ali B. Maar... Ik heb wel het idee dat dat dan een aanleiding is. Want ja, bij Hunter Biden klagen ze nooit over Me Too. Nee, precies. Het is iets wat je op iedereen af kunt vuren, zeg maar, dat Me Too kanon. En je kan het ook, niet afvuren als je er geen zin in hebt. Denk ik precies, hoe kan dat nou, hè? Bij Hunter Biden dat iedereen zijn bek dicht en nu weer nu Ali B. Ik bedoel, is Ali B belangrijker dan Hunter Biden, weet je wel? Het is een heel handig wapen, omdat omdat je het zo makkelijk op iedereen van toepassing kan laten zijn. Nou, je kan het gewoon heel erg interpreteren. Je kan zelfs van Kavanaugh zeggen, van die Supreme Court Justice, van ja, 30 jaar geleden zou die bij een studentenfeestje wat seksueel inappropriates hebben gedaan. Ja, weet je nog precies waar het adres was dan? Ja, dat weet ik niet meer. De datum weet ik ook niet meer. En ik ben nog een paar keer teruggegaan ook daarna. Ondanks dat ik daar verkracht zou zijn door een hele groep van zijn vrienden. Dan weet je gewoon, je kan alles uit je duim zuigen gewoon als je maar wilt. En je kan ook alles laten verdwijnen als het nodig is. Ja, maar ik kijk zijn adres lekken, zodat daar een of andere gek daar even langs. Ja. Maar kijk, weet je wat het is? 2 jaar geleden dacht ik daar helemaal niet over na. Ik zweer het je. Ik bedoel, dan dacht ik bijvoorbeeld wel van, het zal wel nieuws zijn voor mensen die RTL Boulevard, de privé-achtige mensen. Hè? Weet je wel, een van de soapsterren die doet dit of die neukt die of weet je wel. Maar nu denk ik wel van er gebeurt van alles. En daar wordt echt gewoon stelselmatig over gezwegen. En dan wordt er weer één
dingetje enorm opgeblazen. Dan ben ik nou inmiddels wel zo'n wappie geworden dat ik denk van, ja, weet je wel, van, nou, hier mogen ze dan wel over schrijven. Dus dan, weet je wel. Ja. Welke impopulaire wetten zijn er allemaal doorheen gejast toen dit schandaal over Ali B. er was? Ik heb geen idee. Ik weet ook niet of het echt zo in elkaar zit weet je, want heel veel mensen hebben het dan over die afleidingscomplottheorie. Terwijl we het allemaal hierover hebben, gebeurt dat. Maar misschien zou dat ook nog kunnen, maar ik heb eerder zoiets van dat het simpeler is. Het is gewoon het nieuws wat gebracht mag worden door RTL of door nu.nl of Metro of de Volkskrant, is gewoon beperkt. Ik bedoel, het kan niet zo zijn dat de Volkskrant gewoon het Hunter Biden schandaal op de voorpagina zet en er 3-4 pagina's over gaat schrijven. Dat kan gewoon niet. Dat kunnen zijn, of het NOS Journaal ermee opent. Dat kan helemaal niet. Dus op een gegeven moment, de dingen waar ze het over niet, of bijvoorbeeld een of andere een wetenschapper komt en die zegt, die hockeystick is fraude en die rechtszaak is ook nog gewonnen door Tim Ball en dat is groot nieuws. En nee, natuurlijk, er zijn een hele hoop dingen waar ze het gewoon simpelweg niet over mogen hebben. Nou, en dit mag dan wel. Dus dan moet dan, weet je wel, dus ik weet niet, die afleidingstheorie, daar geloof ik ook niet zo heel erg in. Ja, het kan misschien een beetje, maar ik denk dat het heel vaak ook niet is. Ik denk dat gewoon, ze zijn heel beperkt wat ze mogen en wat ze niet mogen. Zelf denk ik nog steeds dat het was omdat de John de Mol Studio 22 of zo, Studio 24, ik weet niet meer. Die studio waar iWorks het programma nou ook alweer met die stoelen. The Voice is dan, heeft John de Mol verkocht aan iWorks. En die zat in Studio 22, geloof ik, de grootste studio van Europa. En die wilde John de Mol graag hebben voor zijn programma. Dus dan moet daar slachtoffers voor gemaakt worden. Hè? Dan moeten eieren gebroken worden. Zoals Stalin dat noemt. Ja, maar dan snap ik de complottheorie nog steeds niet. Waarom moet Ali B. dan een of andere... Nou ja, het was allemaal daar bij The Voice. Daar gebeurde het allemaal. The Voice Kids of zo. Daar gebeurde het allemaal. Maar zelfs ja, hij had wat kinderen geknuffeld. Ja. En zelfs Bill Maher, die dan tot een Amerikaanse liberale komiek is, die altijd heel erg partijdig is voor links en zo. Maar die zie je nou draaien. Hij heeft al tegen die woke toestand is hij al ingegaan. Mm-hmm. En nou zegt hij van, hey, de New York Times, Kavanaugh, die wordt bedreigd door een vent met een, er is iemand die probeert hem te vermoorden. De New York Times besteedt daar bijna geen aandacht aan. Hè? Maar de New York Times besteedt er wel aandacht aan elk ander akkefietje wat maar enigszins geweld is als het de andere kant betreft. En hij zegt, dat komt gewoon omdat ze zo'n duidelijke bias heeft. Het ligt gewoon zo, they wear it on their sleeve, zoals hij zei. Dus hij begint dat ook te zien. En ik heb het idee dat hij ook wel een windvaantje is die beseft dat het sentiment een beetje aan het draaien is. Uiteindelijk kijkt ook niemand meer naar hem. Kijk maar wat er met CNN is gebeurd. Ja. Als hij maar verder doorschuift naar extreem links, want het gaat steeds maar verder en verder en verder, het stopt niet. En dan heeft ook niemand meer, dan heeft hij ook geen achterban meer, want uiteindelijk de gekken die zo fanatiek zijn, dat groepje wordt ook steeds kleiner, denk ik. Ja, maar er zijn de laatste tijd heb ik een aantal van dit soort mensen gezien die die opeens beginnen te draaien of zo. Of gas beginnen terug te nemen. Of ik heb het idee dat ze voelen dat die onderstroom die gaat kenteren. Mensen die, ze zijn gewoon te ver gegaan. En er is toch een groot gedeelte van de mensen die, die zien wel in dat het totale hypocrisie is. Zeker nadat ze de helft van de bevolking in de gevangenis proberen te zetten ongeveer. En wat er ook uit die Mueller-verhoren is gekomen. Ik denk niet dat iedereen dat helemaal gevolgd heeft. Mm-hmm. Maar men heeft inmiddels wel een idee dat het hele Department of Justice corrupt is en de FBI. En dat is natuurlijk ook hun eigen ervaring in Amerika in ieder geval. Ik weet niet of het in Nederland ook al begint te draaien. Nederland is altijd een beetje later in. Nu zouden ze nog iets aan de woke toestanden aan het opkrikken zijn. Maar ik denk dat het in Nederland uiteindelijk ook een kering gaat krijgen. Niet dat
dat ik dan denk dat die kering, het kan ook wel eens heel onsubtiel zijn, dat dat gewoon helemaal aan de andere kant helemaal doorschiet. Ah, ik vond het wel heel wat dat in de New York Times er was een onderzoek gepubliceerd en dat werd weer op Blackbox gedeeld. En het onderzoek was dat er minimaal 170.000 Amerikaanse mannen in de werkzame leeftijd die waren door de lockdowns waren ze dood gegaan of zo. Ja. Door gevolgen van de lockdown. Nou, dat ga je in Nederland nog niet snel in de krant zien, denk ik. En dat is dan de New York Times, hè? Ja. Het is in Nederland ook wel een nieuws geweest. Hè? Dat ze zelfs vooraf hadden ze voorspeld dat het zoveel levens zou gaan kosten, extra doden. Ja, maar die WOP-verzoeken, waaruit dat werd alleen in de Parool. De Parool was het enige die de WOP-verzoeken heeft gepubliceerd van die 25.000 levensjaren die bewust werden geofferd. Saldo. Dat is verder in, en dat is trouwens gewoon een Amsterdamse krant. In al die andere kranten kwam het niet. Ja. Het is wel op teletext gekomen dat Hugo de Jonge advocaten in dienst ging nemen naar aanleiding van die WOP-verzoeken. Er werd er over wat er in die WOP-verzoeken stond, werd niet geluld. Wel dat Hugo de Jonge er zenuwachtig van werd. Ja. Maar ja, hoe het nu is, weet ik niet. Ja, ik volg het ook zo weinig, joh. Dus het is ook een idee. Draait het wat, ja? Denk je? Ja, ik heb het idee dat het wat draait, ja. Maar ik weet niet of het dan... Meestal wat er dan gebeurt is dat het zo draait dat het vrijheid weer overgeslagen wordt naar de andere kant. Zeg maar. Dat ze in plaats van verbieden gaan ze naar verplichten toe bijvoorbeeld. Maar vrijlaten, dat is iets wat gewoon niet in hun opkomt. Nog betere regulering. Nou, ik denk dat zodra de heersers denken zien dat het draait bij mensen als Bill Meyer of zo, dat ze dan in één keer met iets nieuws komen. En moet Bill Meyer daar ook maar in meegaan en anders is hij passé, weet je wel. Ja, ja, ik denk precies. Dat het hele woke-terreur een beetje zijn beste tijd gehad heeft. Dat mm-hmm. eerste is wat, ook met zeg maar, al die drag queen shows op scholen. Ja. Ik denk dat heel veel ouders toch iets hebben van, ja, waar is dat een hemelsnaam voor nodig? Ja, maar dat is gewoon maar een thing, weet je wel. En daarna komt weer een next thing en weer een next thing, weet je wel. Dus dat is gewoon... zo, maar zo werkt propaganda ook altijd. Het werkt gewoon van, we beginnen te laten zien dat Poetin alle honden doodmaakt voor Sochi Olympische Spelen of zo. Ja. En dan komt er weer een ander berichtje. En het is net zoiets als spinnen zijn bozer door climate change. Het is gewoon een lawine van dit soort berichtjes. En daardoor gaat wel hun opinie veranderen. En ik denk dat ook hier het geval is. Er komt een lawine van kleine dingetjes. En elk van die dingetjes is onvoldoende om nou echt te zeggen van, oh mijn god, ik ben al die tijden voorgelogen. Maar allemaal bij elkaar gaat het toch een sentimentsverandering teweeg brengen, denk ik. Ah, ik heb ook een idee met die Van Gennep, weet je wel. Ik denk, dat komt de VVD ook wel heerlijk uit, weet je. De VVD heeft gezegd van, nou, nee, dat gaan we niet doen, weet je wel. Die kan nou weer even laten zien dat zij gewoon de hardliners zijn. Ze zijn een stoere partij. En ze, hè, van, maar het lijkt me heerlijk, want die VVD die is al helemaal opgegaan in alle andere kutpartijen. Hè? Ik bedoel, weet je wel. Die kan zo opgaan in GroenLinks. In GroenLinks, D66, ChristenUnie, alles. Het is één partij. Maar dan, als er dan zo'n minister Van Gennep zegt, nou, we gaan de achterbuurten van Parijs leeg trekken. En die komen om hier te wonen. En die VVD zegt, nou nee, dat vinden we geen goed plan. Dan zijn ze toch weer even, dan zijn ze weer de stoere jongens van al die katouwpartijen. Hè? Dat is toch even de... En dan, ja, daar komt ze dan ook wel heel goed uit. Tenminste, hè? Want ja, wat volgens mij ook nog meespeelt is dat als je inflatoire tijden krijgt, dat de prijzen heel erg omhoog gaan, dat is een heel erg moment van de wal keert het schip. Maar je kan allemaal mooie ideeën hebben en we gaan een hoop geld drukken en we gaan dit de energie wenden en dit. En dan komt die inflatie die komt binnen en dan baf, dan mensen opeens van shit, ik kan gewoon niet meer rondkomen. En wat dan... Dan krijg je toch een soort realiteitszin. Die komt dan opeens terug. Van ja, nou even al die luchtfietsers eruit. En al die unicorn rainbow types wegwezen. En dat is natuurlijk in de jaren 70 was het eindigde ook met Reagan en Thatcher aan de macht. Dus dat was toch een hele omkering ten opzichte van zeg maar, wat je met Joop den Uyl had.
met belastingen ook van 70-80% inkomstenbelastingen. En dan, ja, dan krijg je toch van, als uiteindelijk de unicorn tegen de betonnen muur aanknalt, dat men iets heeft van, laat ik toch maar even wat conservatievere mensen weer, of wat nuchterdere mensen gaan stemmen. Want opeens maakt het, je ziet al met dat congres nou van de VVD en de CDA dat die tegen die stikstofplannen zijn. En die leiding die gaat dan toch door met de arrogantie van, wij zijn geen populisten, wat denk je wel, wij gaan niet zomaar doen wat ons verteld wordt. Maar de bevolking is volgens mij ook heel erg tegen die boeren aanpakken. En wat je nou straks krijgt, is dat er een soort hongersnood ontstaat. Dat zie je nou, de VN heeft het al aangekondigd, van er komt een wereldwijd hongerprobleem. Hele supply chains vallen dicht en kunstmest en de Oekraïne, graanschuur van Europa. En wat je dan krijgt, is dat de mensen een heleboel niet meer te eten hebben. En dan denken ze terug aan de stikstofminister. Ik denk dat het feit dat wij een stikstofminister gehad hebben, dat je daar na tien jaar over terugkrijgt, dat je dan denkt van wat was dat een onzintijd, een stikstofminister. Want die stikstofminister die wilde een helft van die boeren de nek omdraaien en met hongeropkomst. Dus ik denk niet dat dat goed gaat vallen. En hetzelfde is met energie eigenlijk. Nou willen ze, er wordt er gesproken van, ja, we moeten in de Waddenzee gaan boren, misschien voor gas, en de milieuorganisatie, nee, kan absoluut niet. Terwijl je dat volgens mij best wel milieuvriendelijk kan doen ook, in de Waddenzee boren. Maar ik denk dat als je straks in de kou zit en je hebt geen eten meer, dat er dan al die milieupartijen en al de social justice en die partijen die hun kelen schor hebben geschreeuwd over racisme en weet ik veel wat voor onzinproblemen, dat die toch wel in de tank gaan. Ja. En ik weet niet of verkiezingen dan, ik vraag me af of verkiezingen in die tijd nog gewoon eerlijk zijn. Ja, kan zijn dat het helemaal vervalst wordt. En dat zou kunnen, ja. Maar ik denk dat zelfs dat moeilijk is, want op een gegeven moment. En wat er dan ook gebeurt is volgens mij dat alle partijen die altijd neergeschopt zijn, die krijgen dan opeens enorme winst. Dus Forum voor Democratie en PVV ook, denk ik. En het jammer is dan dat je dan met PVV alsnog socialisten hebt. Ja, maar ik vind het eigenlijk al heel raar dat de FVD heeft het heel goed, de Forum heeft het heel goed gedaan met die Eerste Kamerverkiezingen. En als je dat dan... Als ze dan precies dezelfde hoeveelheid stemmen zouden hebben gehad bij de Tweede Kamerverkiezingen, hadden ze gewoon twee keer zo groot moeten zijn als nu. En dan vind ik het raar, want het kan natuurlijk dat je zegt van ja, oké, maar ze hebben nu gewoon standpunten die niet populair zijn. Nou, volgens mij waren zij een niche-partij in de zin van iedereen die nog vrijheid wou, die ging daar een beetje op stemmen. En hun ledenaantal groeide ook dat zij de grootste ledenpartij werden van Nederland. Ze zijn de grootste ledenpartij van Nederland. Hoe kunnen zij dan eigenlijk gehalveerd worden? Want dat is dus, want ze zeggen ja, we hebben gewonnen ten opzichte van 4 jaar geleden. Ja, maar je hebt verloren ten opzichte van de laatste verkiezingen. Die waren voor de Eerste Kamer, dat is 75 zetels geloof ik. Nou, dan kun je heel makkelijk uitrekenen. Dan moet je zoveel hebben dus bij de... Maar in één keer zijn ze de helft van hun kiezers kwijt. Ten opzichte van de laatste verkiezingen eigenlijk. En dat is gek. Schandaaltje gebeurd, toch? Ah, maar dan, en dan... Ja, 21 komt dan op of zo. Ja, maar dan ja. Maar ze hebben altijd schandalen. Het is altijd... Thierry is de nieuwe Hitler. En dan is het met Jernes wat. En dan is hij weer homofoob. En is hij weer antisemitisch. Ze zijn de hele tijd zijn de schandalen. Dus dit is schandaal heeft gehad. Ja, hij heeft, dat, weet je, maar hoe kan die partij eigenlijk gehalveerd worden? Terwijl die, oké, daar heeft een schandaal gehad. Maar als hij dan een schandaal heeft gehad, waarom groeit die partij dan zo enorm met qua ledenaantal? Dan zou die toch moeten dalen qua leden of gelijk moeten blijven. Maar dat is toch gek? Dat is gewoon in principe de grootste partij van Nederland qua leden. Hoe kan het dat zo'n partij maar een paar zetels heeft? Dat is toch gek? Ja, het zou gewoon kunnen dat het gewoon allemaal vervals is, helemaal de verkiezingen. Het zou me op zich ook niet zo verbazen. Maar
Maar als ik wel eens wat rondvraag, er zijn natuurlijk ook wel mensen die totaal besjoggen zijn en die er allemaal in geloven. Ik heb een discussie gehad. Je kan discussies hebben met iemand dat je denkt van, heeft die persoon daadwerkelijk deze opvattingen? Ja, die stemt ook zo. Ze zijn er wel. Natuurlijk, ik moet ook regelmatig even nadenken van, ja, zit ik niet in een bubbel en zo. En dat vraag ik me ook wel regelmatig af. Heeft de LP nooit schandalen, zeg je, Herf? LP. Nou, hadden ze maar schandalen, dan werd er gewoon in ieder geval over gepusseld. LP heeft wel schandalen voordat ze geen zetel bereikt hebben. Ja. Ik heb wel harder wat meegemaakt. Ik vind dat nog steeds raar dat bijvoorbeeld een Noordoost-Groningen, waar ze gewoon al 100 jaar extreem links stemmen, waar ze een communist burgemeester hebben gehad. In één keer allemaal VVD stemmen, ja. Weet je, die zijn allemaal van SP naar VVD gegaan. Terwijl, ze waren allemaal super kwaad op 10 jaar Rutte, want al die fucking huizen stonden op instorten in dat gebied, hè. En ik ben er geweest, ik ken mensen en ik weet hoe ze genaaid zijn, jongen, het is ongelooflijk. Ja. Zijn inderdaad wel van die... Hoe kunnen ze die mensen, terwijl een huis in het instorten is en dat ze allemaal over de zeik zijn, hoe kunnen ze dan in één keer van extreem links naar de VVD gaan? Hoe dan? Er zijn inderdaad wel bloggers daar naartoe getrokken om het mysterie uit te zoeken en die hebben nog geen VVD kunnen vinden. Dus ja. Nou ja, dat is dan... Ja, want waar zijn ze dan? Maar de NPO die gaat het niet uitzoeken, hoor. Of die laten gewoon een busje VVD'ers inreizen en filmen. Ik heb dan, daarmee heb ik nog steeds geen bewijs. Maar laat ik het zo zeggen, ik vind het... Daar rond gaat lopen, dan zul je geen VVD'er tegenkomen. Als je daar gewoon op de winkelcentrum daar gaat vragen, stemt die VVD? Ja, dan krijg je een klap voor je kop of zo. Ik ken iemand waar zo'n huis van ingestort is. En die heeft echt een super degelijk jaren... Je hebt van die super degelijke jaren 30 huizen. Je hebt kuthuizen, maar je hebt huizen die super goed gebouwd werden. Nou, dit was zo'n super goed gebouwd jaren 30 huis. Nou, dat was half, muren er half uit. Mm-hmm. En nu hebben ze dan van, ja, we gaan wat soepeler om met vergoeden. Het probleem is dat als er een diagnose is gemaakt van iemand van de NAM, dan blijft die staan. Dus er is iemand van de NAM gekomen. Nou, wij van WC Eend. Nee, dit komt omdat het een oud huis is. Daarom is het half ingestort. Ja. Nou, dus het komt niet door de aardbevingen. Nou, en daarna is er nog wat meer schade gemaakt. En dat wordt dan wel vergoed. Maar de hoofdschade krijgt zij nooit vergoed. Omdat die NAM-figuur langs is geweest. Dus die mensen die zijn toch echt wel zo fucking genaaid. En die hebben 100 jaar extreem links gestemd. En die zijn in één keer helemaal van SP en CPN zijn ze helemaal naar VVD gegaan. Ja. Naar Marx Rutte. Nou ja, kijk, Marx Rutte is ook helemaal van liberaal naar zwaar collectivistisch gegaan. Maar dan nog, dat vinden wij als libertariërs. En dat is ook waar, we hebben ook gelijk. Maar SP'ers denken daar heel anders over. Die zien dat nog steeds als rechts. En die denken alleen aan zichzelf. Hier zou je, als je een beetje een echte journalist was, zou je hier heel makkelijk verkiezingsfraude kunnen vinden. Dat ligt gewoon daar voor het oprapen. Jij durft dat gewoon te zeggen, Johan. Ja, ik heb het net gezegd, toch? Nee, maar goed. Ik hou nog een soort slag. En er zijn al mensen geweest die daar gekeken hebben. Ja. En ik kon er geen VVD in vinden. Wat denk jij, Peter? Is dit fishy? Of wat denk jij? Hier moet je echt naartoe gaan. Daar kun je gewoon geen VVD in vinden. Ik wil Peters mening even. In de supermarkt? Nee, sorry, of in Friesland of zo. Nee, in Oost-Groningen. Is dat daar een VVD'er kan vinden? Denk jij dat er gesjoemeld is? Ja, het zou goed kunnen, want mijn opvatting over sjoemelen is, net zoals met economische data, het begint altijd van, nou, we hebben de definitie iets veranderd, maar we zijn heel transparant over, we hebben dit
onze wetenschappers hebben gezegd dat we de inflatie iets anders moeten meten. Zeg maar. En dat is de eerste fase van Schumelen. En dat hadden we ook, hè? Dat hadden we ook. Want zelfs de, de voorzitter van de. Wacht. En de volgende fase van Schumelen is. Ja, als jij even kucht. En de volgende fase van Schumelen is dat het steeds meer overgaat naar echt liegen. En dan uiteindelijk eindigen bij de Sovjet-Unie, waar er gewoon keihard gelogen wordt. En ik denk dat het met fraude van stemmen ook zo is. In het begin wordt er gewoon een beetje gesjoemeld. En ze gaan bejaardenhuizen af. En dan zeggen ze van, nou, wij stemmen wel. Geef u ons maar volmacht, dan stemmen wij wel voor u. Dan hoeft u niet het gevaarlijke land in waar de COVID heerst, naar het stembureau en zo. Ja, die briefstem is al zoemelen. En het is ook zo, er is al bewezen fraude, in de zin van met die Ollengren, die heeft 30.000 stembiljetten die afgekeurd hadden moeten worden, volgens de regels die waren opgesteld. Briefstemmen waren dat. Die heeft ze in één keer gewoon goedgekeurd. Ze heeft gewoon de spelregels tijdens het spel veranderd, waardoor er in één keer 30.000 stemmen wel geteld werden die afgekeurd moesten worden. En dat is dus eigenlijk al een. En nou, dat is de fraude die we kennen. Hè? Weet je, wat ik wilde zeggen, die voorzitter van de kiesraad, heet het geloof ik, die over dat over die stembus gaat, of een van de een voorzitter, ik weet niet meer hoe het precies zat, maar die heeft al in de media, had hij al heel veel kritiek erop. Hè? Die zei van dat brieven stemmen, daar was hij niet blij mee. En die is daar gewoon continu ook kritisch over gebleven. Eigenlijk zou die gast gewoon moeten uitnodigen, maar ik denk niet dat hij tot een uitspraak uit de Die oom van Hugo de Jonge, die zit in de kiesraad, toch? Ja, er zitten heel veel mensen erin, ja. En er zit iemand van de AIVD in de kiesraad. Ja, oh jee. Ja. Ik ook iets. Ik denk, hè? Maar ja, kijk, hoe heet die dingetje? Willem Engel, die zegt gewoon, kaart, er is fraude gepleegd. Want die heeft die toestanden gehad met die verklaringen voor om mee te mogen doen per gemeente. En de LP heeft ook probleempjes gehad, zei Rick Kleinsmit. Ja, maar dan krijg je ook zo van, iedereen krijgt zendtijd voor politieke partijen. En dan krijgt de LP, die krijgt zendtijd midden in de nacht. Iedereen krijgt zendtijd midden in de nacht. Ja, maar LP krijgt dan alleen zendtijd in de midden van de nacht. Ik heb nog nooit een verkiezingspot gezien van de LP. Heb je die van... Voetbal. Nee, Kruijf. Ja, voetbal. Johan Kruijf. Maar ik bedoel, dat is ook een vorm van fraude natuurlijk. Maar het is een veel lichtere vorm van fraude. En, en ik weet niet precies waar we zitten op die glijbaan richting totale leugen. En ik denk aan het eind houden ze geen eens verkiezingen meer. Want dan zeggen ze van ja, dat populisme, dat is alleen maar fout. En dat, dan kunnen ze, er ook mee wegkomen. Want dan roept iedereen van inderdaad, mensen stemmen toch al wat complete maloten. Dus doe het maar. En ja, ik denk dat... Maar het Swaap het daar ook al over. Van, je kunt maar bezig gewoon idee van verkiezing kunnen we beter overslaan op een gegeven moment. Ja, ik denk dat steeds openlijker gespeeld wordt. Want wat ze nooit doen is een gigantisch schandaal opbouwen. En het risico lopen dat als dat uitkomt, dat ze helemaal onderuit gaan. Wat ze altijd doen is het publiceren. Zeg maar. Ja, we hebben het al lang gezegd in de Great Reset wat er allemaal ging gebeuren. Dus wat zeur je nou? Het is niks nieuws. En dat is wat Hillary Clinton ook altijd deed als er een schandaal uitkwam. Eerst gewoon heet dat ontkennen. En dan op een gegeven moment zeggen ze, ja, dat is oud nieuws. Oude koeien uit sloot halen, blijven we daar nou over doorgaan. En dan sla je dat hele stuk waarin het echt besproken wordt, sla je over. En je gaat direct van ontkennen naar, dat wisten we allemaal. Het referendum is al afgeschaft. Nou, ja. Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar de meest heftige dingen die we ooit meegemaakt hebben in ons leven. En dan denk ik aan een avondklok waar we maanden, hè, gewoon miljoenen mensen detineren, maandenlang, zonder vorm van proces. Ja, dat is echt gewoon, er zijn nog mensen die Hitler hebben meegemaakt, maar ik denk dat de meeste mensen van ons, de meeste mensen die nu leven, die hebben dat nooit meegemaakt. Het stond in geen enkel verkiezingsprogramma dat ze ons gingen opsluiten, hè? Ook dat we met de oorlog in Irak en Afghanistan gingen meedoen, dat stond ook in geen verkiezingsprogramma. Nee, maar ik bedoel, dat is gewoon... Dat is nogal wat. Kijk, ik heb niet op een partij gestemd die uiteindelijk ervoor was om mij op te sluiten en mijn gezin. Maar
Er zijn dus heel veel mensen die, die... Ik geloof niet dat iedereen die op een SP of een ChristenUnie heeft gestemd... gewoon met het idee van dat, dat... Nou ja, het kan wel zijn dat ze me straks gaan opsluiten. Hè? Ik vraag me ook af, als ze dat in hun verkiezingsprogramma hadden gezet... We gaan jullie allemaal opsluiten voor een aantal maanden. Hadden ze zoveel stemmen gehad? Ja. Vraag ik me af. Nee, ze kunnen gewoon steeds meer dingen wegkomen, ja. Maar Donald Trump, ja, daar gaan we het nu even over hebben. Die is een mail online headline, allow me. Ja, maar hij heeft een social media platform is begonnen, Truth Social. En dat was omdat hij overal vanaf geflikkerd werd. En wat gaat hij doen? Mensen eraf flikkeren. Ja, mensen eraf flikkeren omdat ze over de herings hebben. Dit is natuurlijk zo voorspelbaar, dat weet je gewoon. Ja, dit is een standaard campagne is dit. Ja, hij zit ook niet op de blockchain, hè? Zodra je... Niet omdat Donald Trump zo hypocriet of zo, maar wat je natuurlijk gaat krijgen is, en dat zie je hoe heet die ook alweer, die Canadese... Freedom in Radio. Molyneux, ja. Die wordt van YouTube afgeflikkerd. Dan gaat hij naar BitChute toe. Mm. En in de commentaarsectie loopt het over van de antisemieten. Die allerlei dingen over Joden roepen. Dus hij zegt eerst van, hey, geen free speech. Want wat is dit? Ik word van een platform verwijderd. En dan gaat hij naar een ander platform. En dan binnen no time loopt het helemaal vol met antisemieten. Volgens mij zijn dat gewoon allemaal bots die erop uit zijn van oké, nou dan ga je mij bannen en dan ga ik jou een hypocriet noemen. En dat is volgens mij wat je op je vingers na kan tellen dat er gaat gebeuren. Hij zegt van op mijn platform kan je wel van alles zeggen. En dan krijg je natuurlijk mensen die hebben als doel om geband te worden daaruit. En ik weet niet of dit terecht was of niet hoor, maar ik denk dat je kan gewoon niet zonder censuur, want dan krijg je, als je geen censuur doet, je moet ook niet gaan zeggen van bij ons is geen censuur. Want dan krijg je echt de grootste klerenzooi over je heen en dan zul je op een gegeven moment wel censuur moeten doen en dan is het haha, kijk nou, zie je wel, hij doet ook censuur. Dus in feite is die niks anders dan de andere en dat is dan ook altijd, je moet een manier zien te vinden om bagger eruit te filteren zonder de politieke meningen weg te halen, denk ik. Mm-hmm. Want anders dan kan je elke site down krijgen door er gewoon naartoe te gaan met een hele hoop mensen en er een enorme berg bagger te posten. En zelfs als het niet wordt weggehaald, stel dat er een heleboel... Je hebt een site waar alle doktoren mogen posten over ivermectin en die mogen hun mening geven over het vaccin enzovoort. En dan krijg je een enorme berg racisten eronder of zo, of antisemieten in de commentaarsecties. En dan ga je die niet weghalen. Dan nog gaat dat een invloed hebben op hoe serieus die site genomen wordt, want... Mensen kijken een beetje van, die denken van, oh, dat is wel een interessant verhaal. Even in de commentaarsectie kijken. Oh, allemaal complete Mongolen hieronder. Nou ja, ik kom niet meer terug. Dus ja, je moet dat wel gaan opschonen. Zonder dat je bijvoorbeeld doktoren weg gaat halen. Er zit een verschil tussen maloten eraf gooien. Of trollen of zo. Mensen die... een dokter die een onwelgevallige mening heeft over het COVID-vaccin. Ja, in de Vrije Radio-groepen gooi ik ook regelmatig spammers eruit. Dus, ja, ik vraag me af met de verkiezingen. Hè, van, als je blockchain-technologie zou gebruiken, zou je dan wel een eerlijke verkiezing kunnen doen? Dan kan iedereen gedecentraliseerd. Ja, er worden wel grapjes over gemaakt door blockchain-programmeurs. Die doen er wel heel lacherig over. Dus... Ja, en zelfs dat is het allemaal te faken. Dus, is het dan nog te faken? Is dat zo? Dan zou ik een fake verkiezing kunnen hebben?
Ja? Nou, dan moet je een keer met een blockchain-programmeur praten erover. Oh, oké. Okay. Ja, maar je moet natuurlijk een identiteit... Die kan het je wel uitleggen. Je moet iets aan identiteit gekoppeld hebben. Daar wordt wel aan gewerkt. Bij Ethereum zijn ze ook aan bezig om een soort digitale identiteit te hebben. Die wel uniek is. Dus je weet bijvoorbeeld dat iemand betrouwbaar is. Maar niet identificeerbaar als van dit is zijn adres en hier woont hij of zo. Want dat wil je niet altijd hebben. Omdat je dan inderdaad kan hebben dat Kevin Howe, die krijgt een molesteerder op zijn erfgrond hangen. Maar ja, dat zou je natuurlijk kunnen doen door een bepaald bedrag, een significant bedrag in een bepaalde, op een bepaald adres te hebben dat dan risico loopt. Dus in ieder geval een manier waarop je niet 10.000 bots kan aanmaken, die allemaal gezamenlijk hun mening geven over iets en een soort consensus, fictieve consensus creëren. Dus en omdat dat dan te veel geld kost. Dus je moet daar een soort financiële investering in een bepaald adres hebben. En dan maakt het op zich niet uit wie daar dan achter zit, achter dat adres. Maar je moet eigenlijk weten van, nou, die is goed voor zijn woord of zo. En dat zou je, en het zou je volgens mij nog veel, dat is best wel een markt voor de toekomst. Dat je identiteiten hebt, dat je, want zelf, als ik voor mezelf beschouwd en iemand zou zeggen, is Pietje Puk betrouwbaar volgens jou, Peter? Dan zou ik daar genuanceerd over zijn. Ik zou zeggen, nou, als je me 100 euro leent, dan krijg je die terug. In die zin is die betrouwbaar. Maar als je onderduikers verbergt, die geen COVID-vaccin gehad hebben, dan moet je dat niet aan hem vertellen. Want zover vertrouw ik me niet. Dus het is, je moet eigenlijk bepaalde sectoren hebben. Dat merk ik dat bij mensen heb ik bepaalde sectoren van, nou, daarvoor vertrouw ik deze persoon wel, maar daarvoor niet, zeg maar. Ik denk dat hij mij wel zou verraden als ik Joden zou verbergen. En dat wil je ook doorgeven aan mensen. Van, of je zegt van, nou, je kan hem wel vertrouwen op libertarische standpunten, maar ik zou niet op zijn beleggingsadviezen inraden. Nou, we gaan nog verder met de berichten. En dat kan je allemaal anoniem koppelen aan een bepaalde identiteit. Dat iets een bepaald nummer heeft. Want op zich ben ik ook niet geïnteresseerd als iemand in een commentaarsectie bijvoorbeeld een mening geeft. Heel veel mensen zeggen dan van, ja, maar je weet niet wie dat is. En als je niet weet wie het is, dan kan je niet zeggen hoe je het moet wegen. Want je moet eerst weten hoeveel diploma's die heeft als expert op dit gebied. Als je dat niet weet, nou, dan kan het van alles zijn. Ik heb dat nooit eigenlijk. Ik heb eigenlijk altijd dat ik gewoon kijk naar de inhoud van wat er gezegd wordt. En ik hoef niet eens te weten of het, of het nou een professor is of dat het een borderwasser is of zo. Want daar maak ik. Ik ga niet op autoriteit af voor het bepalen van of iemand daar ergens de waarheid over zegt. Dus het kan prima een nummer zijn. En dat nummer, daar groeit op bepaalde momenten een bepaalde betrouwbaarheid uit over bijvoorbeeld Lips of TikTok. Je weet gewoon, Lips of TikTok is eigenlijk ook een soort brandname. Je weet gewoon, nou, die kan je vertrouwen waar die voor staan. Zonder dat je die persoon zijn identiteit hoeft te weten of waar die woont of wat voor diploma's of achtergrond die heeft. Dat was ook wel mooi van het vroege internet. Toen wist je helemaal niet met wie je zat te horen. Nee. Iedereen had een of andere avatar en dat was het, weet je wel. Ja, en natuurlijk krijg je een hoop mensen die bullshit praten. Maar het mooie is ook, van dat is een belangrijke kwaliteit die je moet ontwikkelen. Dat je bullshit kan herkennen aan iemand. Dat je weet van, oké, deze persoon die heeft wel een grote mond, maar weet waarschijnlijk nergens wat vanaf. En als je dat goed kan herkennen, dan kan je ook beter met politici omgaan, denk ik. Ik denk dat de jongere generatie dat veel beter gaat leren. Die moeten dat noodzakelijkerwijs. Die krijgen met zoveel scams te maken. Dat is net zoiets als je door de cryptomarkt gelouterd wordt. Dat je een paar keer doorgewinterd bent door een paar cryptowinters. Dan weet je gewoon dat je niet elke maloot moet geloven die met 20% rente aankomt. En dat is een belangrijke eigenschap. Johan niet verbaasd. Nee, moet je dat dan niet? Van die farms, crypto farms, daar zit ik wel. Ik heb me met veel succes voor 300% zitten farmen. Ja, maar ik denk bij veel dat soort dingen. Kijk, Celsius heeft ook lange tijd gewerkt.
En goed rendement oplevert. Het punt is een beetje, bij een hoog rendement zit een hoog risico. En op een gegeven moment zegt het een keer plof. Maar goed, ja, even volgend bericht inderdaad. Ik zit even, sorry hoor, ik ben even bezig. Deze computer heeft een proces die heel veel vraagt. Het volgende bericht is, even kijken. Oh, dan gaan we naar CDA toe. Ja, oh jongens, CDA die heeft, dat gaat niet goed daar. Even kijken hoor. Oh. Ook het CDA raakt het geloof kwijt. Ja. In leden raken geloof in de partij kwijt door stikstofplannen. Het is al zo'n gelovige partij, hè? Eindse kabinet zijn onrealistisch. Er is hier een foto van Hugo erbij. Hugo die wordt bij alle onrealistische dingen, komt Hugo te prominent naar voren. Of het nou om de woningmarkt gaat, of om COVID, of stikstofplannen. Hup, pleister Hugo maar. Hij heeft niet meer van die espresso, 10 bakjes espresso over, hè? Misschien heeft hij betere drugs gekregen nou. Ja, meer mellow. Towners. Maar dat was natuurlijk bij de VVD ook al gebeurd. En Rutte zei, nou, we gaan toch gewoon door. Maar Rutte zei van, je mag ook je lidmaatschap opzeggen. Ja, ik ben eigenlijk geleden nodig. Die, ik ben even waarom leden? Hoe dat? De PVV die kan het ook wel zonder leden, toch? Ja, ik lees net nu.nl bericht. Subvarianten Omicron winnen terrein. Mogelijk nieuwe coronagolf. Ja, volgens mij ze zijn ons helemaal aan het lekker aan het maken nou, hè? Volgens mij had ik daar de hele week last van, ja. Even kijken. Ze hebben gewoon vrolijk door. Ja. Maar ja, goed, ja, is leuk voor de boer-burgerbeweging natuurlijk, hè? Ja, ook zo'n populist, hè? Ja. Ah, ik vind wel, kijk, wat ik een beetje met die boeren heb, is van, kijk, ik vind het prima. Gewoon stoppen met die stikstof shit, CO2 shit, al die bullshit. Maar ik vind ook dat we moeten stoppen met die landbouwsubsidies. Ja, weet je wel? En ik denk niet dat die Van der Plas daar een deal over kan maken. Maar ik bedoel, die boeren zouden dat toch gewoon ook gewoon zo kunnen zeggen. Weet je wat? Laat ons maar met rust. En dat betekent dus dat jullie ons ook geen landbouwsubsidies hoeven te geven. Dat gaat trouwens niet alleen maar naar de boeren. Hè? Er komt landbouwsubsidie binnen. En zoveel procent gaat dan echt daadwerkelijk naar die boeren. Dat gaat allemaal verder naar natuur- en milieu dingen. Die tenminste daaronder vallen. Hè? Dus het gaat nooit gebeuren dat het kabinet Rutte zegt van nou die landbouwsubsidies laten we zitten. Dat is een Europees iets, hè? En dat geld dat laten we schieten. Dus, maar ik bedoel, ja, in wezen, dat zou het beste zijn. Geen subsidie en geen bullshit. Maar ja, een utopie, denk ik. Ja. Een rare ding dat heel veel van die VVD-leden, dat die VVD stemmen niet omdat de VVD nou, of veel, in ieder geval VVD stemmers, die zullen VVD stemmen niet omdat ze het nou zo geweldig vinden, maar gewoon omdat ze denken van, oh, maar als die GroenLinks en D66 aan de macht komen, dan worden er van die vreselijke onrealistische milieuplannen doorgevoerd. En als die dan alsnog doorgevoerd worden met de VVD, ja, dan heb je ook het idee van, dan maakt het ook niks meer uit ook. Ja, waarvoor stem je dan nog VVD hier? Als je zelfs geen lage belasting of niks krijgt. Als je gewoon D66 standpunten krijgt. Ja. Ja, hypotheekaftrek. Wat zou dan mooi zijn als je dan zo'n hardwerkende ondernemer bent. En dat is een partijtje die dan over ongebreideld kapitalisme praat. Ja. Dan zou je daar toch op gaan stemmen. Ja, zijn nog van staan te kijken hoor. Hoeveel ondernemers ook een als de dood voor kapitalisme zijn. Want die hebben ook een overheid als klant of zo. En die denken van, ja, maar ongereguleerd, dan kopiëren ze mijn IP. Of, die hebben ook hele rare ideeën vaak, ondernemers, over economie. Ik snap wel dat je dan beter het woord MKB kan gebruiken, weet je wel. MKB als ruggengraat, dat soort shit, weet je wel. Dat is in plaats van ongebreideld kapitalisme.
Ja, ik heb het gewoon bij Wappieland gedaan als een sociaal experiment. Van, nou, wie gaat het nou liken, weet je wel? Het is gezien door 29 mensen. Okay, en van de hoeveel? Nou, ik heb iets, er zijn ongeveer 136 Wappieleden. Okay. Maar het wordt nogal geshadowband, hè, dus je ziet heel veel berichten niet. Maar dit is dus gezien door 29 leden. Oké. Okay. Maar er zijn maar 3 personen die dit geliked hebben, waaronder Peter. Dat helpt eigenlijk niet. En ze, dus ja. En ik, ja. Ja, maar ik geef wel toe dat als jij zegt MKB ruggengraat van Nederland. Ja, dat zegt het VVD misschien ook wel als ze in een dolle bui zijn of zo. Als je een glaasje wijn op hebben. In de verkiezingen zeggen ze dat altijd. In de verkiezingen, dus, ja. Maar dit is gewoon een VVD slogan, wat ik net zei. Wat dat betreft moet je inderdaad, ik zou zeggen, ongebreideld kapitalisme. Ik denk dat, en er is ook iets van, mensen durven misschien geen like te geven. Omdat het dan ook in hun tijdlijn tevoorschijn komt. En net zoals mensen die durven te zeggen, die woke shit ben ik helemaal zat. En het racisme geleuter. Dat ze dan, maar in het stemhokje zou het best wel eens kunnen zijn dat ze denken van, nou, ik stem wat extremer. Want zelfs als ik dan de helft maar krijg van waar ik om gevraagd heb, die komen waarschijnlijk toch niet tot hun extreme. En daarom heb ik ook zoiets van, weet je, kijk, hoe groot is de LP? Weet je wel? Als de LP iets zou zeggen van wij willen ongebreideld kapitalisme. Nou, niemand is bang dat de LP 76 zetels krijgt en dan alleen aan de macht komt en dat er dan ongebreideld kapitalisme is. Dat is een idee fix. Weet je wel? Dus je kunt inderdaad om maar een heel klein beetje. Het enige waarom ik LP stem is dat ik hoopte echt op 1 zetel. En dat je gewoon 4 jaar lang een of andere figuur hebt die gewoon over Murray Rothbard en dat soort dingen. Ja, dan moet je wel iemand als Twan Manders hebben natuurlijk. Hè? Ja, nou ja, goed. Nee, maar oké, dat is toch lachen, weet je wel. Dat is een soort actievoeren wat wij ook doen met Vrijheid Radio. Maar dan heb je ook zo'n figuur in de kamer. En die kan dan allemaal anarcho-kapitalistische ideeën door die kamer heen en hopelijk ook een hoop boze reacties. Ik gun de Tweede Kamer wel Twan Manders, hoor. Ja, lijkt me heerlijk dat hij ook nog zo langdradig praat. En dan meneer de mevrouw de voorzitter. En dan ho, ho, ho. Ik was nog niet klaar. Ik vind het ook wel grappig. Ik heb nog 12 puntjes. Nou, Twan blijft altijd rustig. Maar je ziet dan de andere mensen verschrikkelijk boos worden. Gewoon, het echt gewoon. Ja! Maar ze zijn al direct boos bij zijn eerste zin. Hè? Hij zegt dan, jouw belasting voordat is... Voordat hij zijn mond opentrekt, zijn ze al boos. Ja. Maar ik vond, dus ja, Twan in de kamer, yeah. Er is zo'n filmpje met een socialist van de PvdA die in Europa zit, in de Tan. Ja, die hypocriet, ja. Ja, en Paul Tang. Ja, die zelf geen belasting betaalt, hè. Oh. En die wil dat iedereen belasting betaalt. Nou, ik vond het wel opmerkelijk, want kijk... Twan Manders die zegt dan van, belasting is afpersing en dat is gewoon misdaad. En ja, dat is gewoon niet oké. Ook als een overheid misdaad pleegt. Dat geluid moet je hebben. Ja, ook als een overheid misdaad pleegt, is het nog steeds nog wel misdaad. Ja, en dan komt die Paul Tan en die zegt van, maar we hebben scholen nodig en dit en dat. En dan komt Twan weer en zegt van, ik wil wel over scholen praten, maar je gaat voorbij aan het principe dat je geen misdaad mag plegen. En de overheid ook niet. Nou, en dan komt Paul weer. Ja, maar en de wegen en de scholen. Het is dus. Weet je wat het punt is? Die linkse lui. Kijk, jij kan gewoon zeggen van. Oké, het is afpersing. Maar wij vinden deze vorm van afpersing vinden wij wenselijk. Maar dat kunnen ze niet uit hun bek krijgen. Het moet eerlijker. Het moet eerlijker. Weet je, maar afpersing is niet... En ze moeten eerlijk afgeperst worden. Maar het is afpersing. En ze moeten eerlijk doodgemaakt worden. Het is niet eerlijk, weet je wel. Maar je kunt wel zeggen, wij willen... Kijk, socialisme bestaat niet zonder afpersing. Dus ja, we willen een socialistische, collectivistische maatschappij. Dus we hebben gewoon belastingen nodig. Maar dan, je gaat...
En, maar dat moet je dan zo brengen van, nou ja, het is inderdaad afpersing. En in principe wilde LP ook afpersing, want die wouden op een gegeven moment, wat wouden ze, een basisinkomen, toch? Ja, voor 0%. 12%, nee, 120, wat, 1250 euro moest iedereen krijgen, ieder Nederlander, basisinkomen. Ja. En daar heb je belasting voor nodig. Dat is er aan mij voorbij gegaan. Maar. Nou ja, Rick heeft het in jou, kom op zeg. Nou, maakt niet uit. Ja, het is een heel ingewikkeld verhaal waar geen kop op staat. Nou, maar basisinkomen, dat was ook niet zo'n hele slimme move, denk ik. Omdat toen begon het World Economic Forum met basisinkomen. En al die wappies, die kregen allemaal jeuk van... Ja, maar daar komt het oorspronkelijk vandaan. Die wappies kregen allemaal jeuk van dat woord basisinkomen. Dus daar maak je geen reclame mee, denk ik. Maar goed, maakt niet uit. Het was allemaal goed bedoeld. Want het ging erom dat je dus allemaal je subsidie alles ging je afschaffen. En je ging dus eigenlijk gewoon die zorgstaat ging je afbouwen. Maar dat deed je dan niet in één keer. Je begon dan, je deed al, hè, het ideaal is wel. Maar goed, dan kun je nog zeggen van oké. Belasting is afpersing, maar wij gaan de belasting helemaal naar beneden brengen. En we hebben nog een beetje afpersing. En dan praten we ook niet goed. Hè? Ja. Maar wij vinden deze afpersing wenselijk. En dan vertelt tenminste een eerlijk verhaal. En als je een socialist bent, dan wil je heel veel, dan wil je nog meer afpersing, want dan wordt het steeds eerlijker of zo. Of we willen nivellering, wil je. Maar het valt me altijd op, die linkse mensen, ze kunnen het niet uit hun bek krijgen. Ze kunnen het niet toegeven. Ze kunnen niet toegeven dat het afpersing is. Ze doen het niet. Ze beantwoorden de vraag niet. Ze doen het gewoon niet. Nee, klopt. Ja. We zijn niet eerlijk, zoals de opperdienaar. Ik ga gewoon heel eerlijk over. Inderdaad, het is afpersing. Nou... So what? Ik denk wel dat bijvoorbeeld die Geert Wilders, die heeft door hoe dat werkt. Dus hij haalt uit naar Sophie Hermans. Ik weet niet waar Sophie Hermans van is. Oh, dus die met die rode krullen van D66? Van het Europees Parlement? In het veld. Nee, nou, ga maar naar. Ook niet. En dat leidt tot tranen. En hij noemde haar een tassendrager van Rutte. Ja, zo doe je dat gewoon. Je neemt gewoon een of ander zwak wiebeltje en die noem je tassendrager van Rutte. En dan breekt ze in tranen uit en dan is er een nieuwsbericht en er wordt schande gesproken. Maar ondertussen denken wel veel mensen, ja, eigenlijk is ze wel een tassendrager van Rutte. Je moet inderdaad wel een beetje opschudding weten te veroorzaken. En je krijgt wel een hoop haat over je heen. Dan moet je wel mee klaar kunnen zijn. Laatst hoorde ik ook weer iemand die... collega die had het over, nou, die Willem Engel die mocht best wel de mond gesnoerd worden, was het eigenlijk. Waar komt die haat tegen Willem Engel nou vandaan? Dat is alleen omdat het hem aangepraat is. Want er zijn een zat andere figuren. Want als, als je dan zegt van Robert Malone bijvoorbeeld, Robert Malone, moet die dan ook het zwijgen worden opgelegd worden? Wie is dat Robert Malone, vroeg hij toen. Robert Malone is de uitvinder van de mRNA. En hij beweerde dat hij daar van alles vanaf wist. Maar dat wist hij dus niet, dat de uitvinder van de mRNA nogal kritisch was over dat vaccin. Maar die haat voor zo iemand als Willem Engel, dat is gewoon door de media aangepraat. Want anders hadden ze het niet eens van geweten. En er zijn zat andere figuren die je zou kunnen haten op dit gebied. Die haten ze niet, omdat ze dat nooit verteld is dat ze die moeten haten. Ja, maar ik vind het ook opmerkelijk dat hij moet dan de mond worden gesnoerd. Dus het is dus een enorm probleem dat hij dus... maar goed, als er nou iemand nergens wordt uitgenodigd en gewoon een rood vinkje achter zijn naam heeft, van dat hij gewoon niet welkom is hier en daar. En hij wordt overal van afgeflikt. En hij is al 4 keer in de cel geflikkerd ook nog een keer. Er wordt al een hoop gedaan om hem... een beetje uit de picture te houden, weet je wel. En het is nooit genoeg, kennelijk. Want ik vond het wel grappig. Nee, maar dit is gewoon de Emmanuel Goldstein. Het is gewoon Emmanuel Goldstein. Je krijgt te horen, dit is je two minutes of hate. Dit is de Emmanuel Goldstein, de enemy. En daar gaan ze gewoon allemaal voor, zonder het door te hebben. Ja, die Sander Schimmelpiemel, die zei hetzelfde. Die zat bij Umberto Tan. En die zei van, het is een enorm probleem dat mensen als Willem Engel allemaal de hele tijd maar een podium krijgen en hier aan tafel zitten. En die Umberto Tan die zegt van,
hij is hier nog nooit aan tafel geweest. Dus weet je wel, ja, iedereen zit alleen maar over hem te praten en hij wordt niet uitgenodigd. En dan nog komt die schimmel Piemel nog met heb je trouwens de reclame al een keer gezien dat hij het over de bitcoin boefjes heeft? Of kijken jullie echt zo weinig tv? Nee. Die schimmelpiemel die heeft die maakt een pleidooi voor een bedrijf dat aandelenpakketten koopt. En hij heeft het over van ja, met die inflatie van tegenwoordig moet je geld veilig wegstellen. En je moet het uit de handen weten te houden van de bitcoin boefjes. Dat zegt hij dan in die reclame. En dan moeten ze het bij zijn bedrijf of waar hij dan voor reclame maakt. Bestaat nog of is het al failliet? Ik weet niet, maar ja, aandelen, ik weet niet hoe aandelen het doen op dit moment. Maar, het was even een zijsprong, sorry. Hij is niet, ik heb geen idee. Maar je ziet dat overal in Amerika. Wie die gast is. Dus, die Trump is ook zo'n soort Emmanuel Goldstein. Die moet je gewoon allemaal haten. Dat is het grote gevaar. En zo krijg je het altijd. En dat lijkt me heel vervelend als je dat label opgeplakt krijgt. Want er zijn echt, net zoals bij die Kavanaugh, gewoon mensen die dan met een pistool bereid zijn neer te leggen. Ja, maar luister, als jij gewoon, je krijgt alleen maar het nieuws via CNN en de New York Times, krijg je dan binnen. Niet veel mensen meer, hoor. Nee, maar dan krijg je dan binnen via Bijeen en dat soort programma's. Krijg je indirect. Ja, dus dat, als dan zeggen ze, nou, de New York Times heeft gezegd en dan komt, stel dat ik nou het enige wat ik wist over Trump, dat daar vandaan kwam, van CNN en van New York Times. Ja, dan zou ik hem zelf ook haten. Ja, toch? Dan zou het een rare vent zijn die over mensen heen piest in hotels. En een server heeft bij die met een Russische bank contact heeft om geld van Poetin aan te nemen. Ja. Waarvan Hillary dan tweet van nou, dat lijkt me wel verdacht. Terwijl ze dat verhaal zelf aan de campagneteam heeft besproken om dat uit hun duim te zuigen. Dan gaat ze daarna, nadat dat gelekt is naar een of andere bevriende media die dat dan publiceren, dan gaat ze zeggen, no, lijkt me wel of we hier een spoken gun hebben. Ja. Maar ondertussen, jij die ook moet haten, natuurlijk die boeren die bij Van der Wal, dat is een minister. Is dat de minister van stikstof? Aan de deur stonden. Ja, de minister van stikstof, die stond daar aan de deur. Dat is volkomen onacceptabel volgens iemand. Er staat niet bij van wie de quote is. Ja, wat... Het zal wel een hysterische twitteraar zijn. Ja, wat altijd apart is dat er wordt altijd gezegd, de bedreiging is de mensen die daar bij haar op de stoep staan. Maar het hele stikstofplan is een bedreiging. Haar stikstofplan is een bedreiging. Want als je dat niet opvolgt, dan stuurt ze de gewapende lui op je af om je tot andere gedachten te brengen. Maar de media draait dat dan altijd zo om natuurlijk. Altijd slachtoffer en dader wordt er omgedraaid. En als je je verdedigt tegen dit soort mensen door te zeggen van hey, we willen eens even met je praten, we weten waar je woont, dan is dat opeens een bedreiging geworden. Terwijl, zij mogen gewoon bedreigen. Dat is wat politiek is. Gewoon allerlei mensen bedreigen. Ja. En allerlei groepen bedreigen. Wat ik een bedreiging vond was toen Hugo zei van, we weten waar je woont. Ja, we komen elke arm, elke straat, elke plaats, elke straat, elke arm komen we langs. Dat vond ik een bedreiging, ja. Straat voor straat, deur voor deur, arm voor arm. Ja, dat weet je. Dat zei een vorm van terreur. Ja. Oh, Jesse Klaver zegt dat. Jesse Klaver, onacceptabel. Mm. Dit is intimidatie. Ah. Mm. Ja, dit zijn mensen inderdaad die een hele leven kapot worden gemaakt. En dat dreigen alles te verliezen wat ze hebben opgebouwd. Ja. En, ik vind vrijwel alles wat uit de muil van Klaver komt ons onacceptabel. Want dat is wel heel erg ingrijpend op mijn leven. En hij zit wel in positie dat hij mijn leven kan terroriseren. Dus Klemrijden, die zegt Jan Paternotte, zegt klemrijden, intimideren, bezoek bij de voordeur, niet voor de eerste keer. Boosheid mag, maar dit gaat over de grenzen die voor iedereen gelden.
En dat is natuurlijk ook weer zo iemand. Ja, ik ken ook iemand die klemgereden is. Hoe heet die ook weer? Die Willem Engel. Die Friese gast. Die met die paard. Ja, die Riepke Zijlmaker. Ja, Riepke Zijlmaker, ja. Die wordt gewoon uit zijn raam kapot geslagen en uit zijn auto getrokken. Op de snelweg. Dat is dan weer onacceptabel. En je werd ook je zegt bijvoorbeeld Caroline van der Plas, en ze mag het zeggen hoor, je zoekt mensen niet thuis op. Nou, dat is dus bij Riepke ook gebeurd. Ze kwamen door de achter, bij hem achter stonden ze en bij hem voor. Er was omsingeld door Wouter. Ja, en die gast van Black Box ook, hè? Die man die Black Box gemaakt had, die zat opeens een agent in zijn tuin. Ja. Ja, nou ja, dat was niet zo heftig als met Riepke, want Riepke dat werd gewoon eruit gebeukt. Willem Engel had ook wel last van... Ja, maar het was niet door de overheid. Dat was door mensen die opgehitst waren. Dus ja, dat klopt, ja. Ja, daar hoor je ze dan nooit over. En dat is zo, zo overduidelijk. Dat is net iets wat Bill Maher over de New York Times zegt. Van ja, over Kavanaugh zeggen ze dan niks. Die dan pistool of vent om zijn huis sluit. Maar als er iemand de verkeerde pronoun gebruikt naar een transgender, dan schreven ze het van de daken. Hoeveel geweld er wel niet gebruikt is. Ja, ik vraag me af of ze hiermee weg kunnen komen. Ik denk dat die boeren, dat die toch nog best wel aardig wat steun hebben onder de bevolking. Omdat dat hele, het hele soort nationaliseren van de boerderijen, dat toch enige mensen aan hun hoofd doet krabben. Ja, ik weet het niet. Kijk. Ja, dit is nog heel prematuur hoor. Moeilijk. Ik denk ook als de overheid erop inhakt dat ze nog best wel een consensus kunnen krijgen. Ja, maar die lui waren echt te ver gegaan met dit soort verhalen hoor. Dat zou kunnen. Ja, wat dat betreft moeten het, is, het is slim van de overheid om het heel erg te koppelen aan natuur en milieu. Want dat is iets wat bijna iedereen leuk vindt en belangrijk. En dan haal je er gewoon zo'n verhaal bij. Weet je, kijk, die boeren die zitten ook een beetje klem. Hè? Die, door die subsidies leveren ze ook veel aan het buitenland. En kijk, sommige mensen die zeggen van ik heb wel met zo'n boswachter gesproken die dan voor de overheid werkt. En ze van waarom moeten wij varkens leveren aan China of zo? En dat kan alleen maar omdat wij die subsidies hier hebben. Maar ja, in het systeem waar wij zitten gaan die subsidies er toch nooit af. Want dat is een EU-bepaald iets. En een heel groot deel van dat geld gaat nog niet eens naar de boeren. Dat gaat naar allemaal andere dingen. Weet je wel? Van, ik geloof dat die boeren maar iets van 20% pakken van al die landbouwsubsidies. Heel veel dingen gaan naar natuur en milieu, zogenaamd. Maar dat verdwijnt natuurlijk overal, dat geld. Maar die overheid die vindt dat rondpompen van geld leuk. En ook die landbouwsubsidies. En dus, maar die boeren die gaan niet zeggen, dan stop maar met die landbouwsubsidies. Want dat zou gewoon een perfecte ruil zijn. Van stop maar met die landbouwsubsidies en laat ons verder ook met rust. Maar heel veel boeren zijn ook wel misschien wel opgestart met het idee dat ze aan het buitenland leveren door die landbouwsubsidies. Dat ze dan beter concurreren met het buitenland. En, maar dat hebben zij nooit bedacht natuurlijk zelf. Het is niet hun idee. Het is niet hun schuld of zo. Maar de sympathie verliezen ze dan van het volk, is dat het volk dan denkt van luister eens, als heel Nederland volgeplemd wordt met varkensstallen en dit en dat, alleen maar om dat wij gewoon... Heb jij nou het idee dat heel Nederland volgeplemd is met varkensstallen? Nee, dat heb ik niet echt het idee, maar dat idee wordt een beetje... Men zegt gewoon luister, we kunnen gewoon geen woningen meer bouwen. Nou, en er is woningnood en mensen hebben kinderen en die willen dan hun kind ook uiteindelijk ook ergens in een woning hebben. En, dat is natuurlijk wel onzin, want er is een heleboel onbebouwd land in de rol. Ja, misschien is dat onzin, maar zo wordt het gebracht. Het wordt gebracht van er is allemaal weiland. Dus zo zegt die Rutte het ook, van het beste is om gewoon een weiland vol te plempen met woningen. En dan kunnen we lekker goedkoop wonen. Zegt hij dat? Want dat heeft hij letterlijk gezegd. Het is je kan gewoon het bestemmingsplan veranderen. Hè? Je zegt bestemmingsplan, je mag er nu ook wonen. Dan gaan die boeren zelf kunnen het verkopen. Dat zouden ze ook kunnen doen. Nou, dat is ook een beetje de kutstreek. Maar dat is wat heel weinig mensen weten. Omdat daar heeft hij Riepke het over gehad. Is dat... kijk... Ik bij mij in de buurt, daar is gewoon een weiland gewoon gebombardeerd tot een natuurgebied. Het is gewoon een paal in de grond gestampt natuurgebied.
Het is gewoon een weiland. Nou, dan komen weidevogels. Ja, dus, dat zegt al een beetje. Ze eten weidevogels, die houden van weiden. Dus je hebt wel vogels. Nou, leuk. Ik vind het ook leuk. Maar het gebied eromheen was ook weiland. Alleen die boeren, die hebben dan zulke heftige regels dat ze gewoon niet meer kunnen ondernemen. Maar ze kunnen het ook niet meer verkopen aan een andere boer. Want je bent helemaal gestoord als je naast een natuurgebied, tussen haakjes, natuurgebied gaat wonen. Want, dus aan wie kunnen die boeren dat land nog verkopen? Aan de gemeente. Nou, die plemmen het vol met huizen. Nou, en dan in één keer gaat het natuurgebied weg. Die kwetsbare natuur die beschermd moest worden. En dan mochten geen boeren om die natuurgebied rijden met zo'n boze trekker om dat natuurgebied heen. En die vogels kunnen dat verschrikken, die weidevogels. Enzovoort. En nu zijn al die boeren weg, hebben ze huizen om dat natuurgebied, dat ondergelopen weiland. Nou, dan heeft dat natuurgebied, de zaakjes, heeft geen functie meer. En dat is wel grappig, daar hebben dus mensen voor 1 miljoen een huis gebouwd. Met uitzicht op het natuurgebied. Beetje, en dan kun je lekker je hond uitlaten. En die moeten dan 2 jaar lang naar heipalen luisteren, hè? Die in de grond worden gebeukt. En er zijn er al een paar, die hebben het nou verkocht. Ja, maar dat is echt... Nee, maar serieus. Maar dat is die zogenaamde kwetsbare natuur die altijd moet blijven. En nu voor onze kleinkinderen. Ja, en het is gewoon een weiland. En het is een tactiek. Je pakt gewoon een snipper natuur. Dan pleur je tussen die boeren in. Dan wordt die grond van die boeren daarom wordt voorkomen waardeloos. Want ze kunnen, mogen helemaal geflikken. Ja. Ze kunnen het ook niet verkopen aan een andere boer. En hoppa. En je kunt De gemeente koopt het op maakt dan opeens huizenbouwgebied van waardoor de waarde naar Maar hoeveel gewone normale mensen weten dit? Als je aanbelt bij je boeren of je overburen. Snap je? Dit is wel een hele goeie, ja. Dit soort dingen zitten er altijd tussen. Ja. Dit is typisch in de overheid. Wisten jullie trouwens dat Anthony Fauci COVID heeft? Oh man. Hey, maar maak je geen zorgen. I will isolate and work from home. Ja, dat is dat moment dat je hoopt dat het echt een dodelijke ziekte is. Trudeau heeft ook weer COVID gekregen. Ja, voor de tweede keer. Ja. Je hebt het uiteindelijk COVID. En hij is toch, ik weet niet, 5-dubbel gevaccineerd en 20 boosters of zo. Het schijnen mandates in Canada ook verdwenen zijn. Waar je nog meer van kan schrikken, dit is gewoon... Maar ik vind het een hele goeie van die natuurgebieden. Dat is inderdaad typisch een truc. Ze maken eerst iets waardeloos en dan moet je het wel aan hun verkopen. En dan kunnen ze zoiets met bitcoin ook doen, vraag ik maar. Zo doen ze dat. Want het is ook dat trucje met... Dan geven ze subsidie als jij een stuk van je weiland afstaat aan de natuur. En dan krijg je daar zo'n zooitje waar van alles groeit, weet je wel. Dat zie je dan tussen de weilanden door. Dan zie je gewoon een stukje veld en die boeren hebben dat verkocht voor subsidie. En dan, dat is dan zo'n natuurgebied. En maar dat is gewoon eigenlijk een kankergezwel wat overstaat aan de hele naar de hele omgeving, weet je wel. Ja. Zo'nzelfde trucje. Want dan gaan ze zeggen, ja, maar hier zitten nou zulke zeldzame vogels en nou moeten jullie je aanpassen, weet je wel. Ja, het apart is gewoon, ze kunnen dingen waardeloos maken en weer waardevol gewoon met hun wetten. En dat is gewoon en die wetten hebben allemaal een beetje draagvlak bij de bevolking, want die wetten over natuurbescherming hebben draagvlak natuurlijk bij een groot gedeelte bevolking. En die wetten we maken er nou woongebied van, die hebben ook... En zij controleren de pers voor een groot gedeelte. Dus die pers die kan daar gewoon niet over schrijven als het natuurgebied uiteindelijk geschrapt wordt en de woningbouwer wordt neergezet. Dat is ook. En ze kunnen van de daken schreeuwen als een boer wat mest op zijn land gooit of zo. Ja, ze kunnen ook altijd zeggen van dit natuurgebied verdwijnt wel hier. Maar dan maken wij weer een nieuw gebied ergens anders. Dat klopt waarschijnlijk ook. Want dan gaan ze compenseren het door een stuk natuurgebied in Borneo. Nou, dat kan ook nog dat ze dat doen. Ja. Maar ze kunnen ook weer ergens anders grondbezitters treiteren, weet je wel. En dan zeggen ze, kijk, per saldo gaat er geen natuurgebied verloren, hoor. We hebben weer een nieuw... wat er ook meespeelt is dat...
wat met die, hoe heet dat, de ecologische hoofdstructuur of zo wordt het genoemd. Dat hebben ze allemaal van die natuurgebieden. En die koppelen ze allemaal aan elkaar met van die ecoducten. En van die, dan maken ze er één groot, aaneengesloten natuurgebied van Nederland. En dan drijven ze mensen eigenlijk, want daar mag je dan niks meer. Die drijven ze steeds meer in steden. En wat de overheid natuurlijk graag wil, is mensen in steden hebben. Zoveel mogelijk geconcentreerd. Want die mensen, die kan je heel makkelijk controleren. Die doen allemaal precies... Wat de overheid wil, want ze hebben geen alternatief, want zodra de verwarming uitgaat, dan zijn ze hulpeloos, kunnen geen voedsel verbouwen. Een boer die is eigenlijk vrij onafhankelijk, of iemand die in het platteland woont, is relatief onafhankelijk en moeilijk te, ja, je moet er, als je er helemaal langs moet, bij een stedelijk gebied is veel makkelijker onder controle te brengen, denk ik. Dat hebben ze liever. Dat zie je ook, dat veel grote steden veel socialistischer zijn en veel collectivistischer. Maar, we hadden vorige week allemaal van die geweldige klimaatberichtjes. Daar gaan we nog even mee door. We hebben hier al het Uber-bericht gevonden. even kijken, klimaatverandering is een grotere bedreiging dan oorlog. Dat zegt iemand van een... de minister van Defensie van Fiji. Ja, ja dat zou Fiji kunnen waar zijn. Met oorlog. Die man die heeft zoveel ervaring met oorlog, die weet er wel over mee te praten. Machinegeweren en gevechtsvliegtuigen zouden niet onze belangrijkste bezorgdheid moeten zijn. De allergrootste bedreiging voor ons bestaan is klimaatverandering. Ja, zo erg. Ik bedoel... Dit hoor je natuurlijk al heel lang met Maldiven is zo'n voorbeeld daarvan. Ja. Gingen ze een klimaatverdrag onder water tekenen in duikpakken. Want ze zouden onder water lopen, want het eilandje streek maar een heel klein beetje boven het water uit. En dan ging de zee stil. En het is ook al heel lang geleden. En dan hoor je... Daar zouden ook de eerste klimaatvluchtelingen vandaan komen. Ja. Het zou allemaal onderlopen. Hoe is het met een landje tegenwoordig? Ja, het is 4% groter. De Malediven zijn 4% groter geworden. Ja, okay. en ze gaan 4 nieuwe luchthavens aanleggen. Ja. Voor dus, toeristen. Dat is ook niet iets wat je typisch doet als je eiland op het punt staat te verzuipen. Nee, het is ook heel raar, want er is nu dus goed nieuws uit de Malediven. Nou, dat is 4% gegroeid. Nou, dat is toch wel een opluchting moet dat zijn, dat die Malediven er nog zijn en dat die mensen niet hoeven te vluchten. Want dat zou toch nieuws moeten zijn? Nee, dat is echt... Hoor je daar weer niks over? Hè? Nee, hoor je weer niks over. Nee. Maar die spinnen zijn daar dan ook minder boos geworden, denk ik. Ja, het schijnt niet met de ijsberenpopulatie wel slecht te gaan op de Malediven. Malediven, ja, dat kan me voorstellen. Dat is, er staat ook, het is ook zo, golven verpletteren de deuren van onze huizen. De wind beukt ze omver. En dan zie je zo'n plaatje erbij staan van een archiefbeeld ter illustratie. Dan weet je al, dit is niet eens van de Fiji-eilanden dit. Hè? Dan kunnen ze altijd zeggen, ja, maar het was ter illustratie. Een of andere tornado is er voorbij gegaan. Maar ja, dat heeft er niks mee te maken. Dit beeld. Een of andere tsunami door een aardbeving of zo. Maar er was ook nog apocalyptische waarschuwingen zijn altijd verkeerd. En dat heeft betrekking op de HSBC-baas. Ja, eruit gewipt moest worden omdat hij iets loslippig was. Ja, hij was eerlijk geweest eigenlijk. Hè? Ja, hij nam het klimaatprobleem niet zo serieus en had daar goede argumenten voor. Alleen ja, de groene mensen die... Hij noemde gewoon een aantal van die dingen op, zo zure regen en over de ijsberenpopulatie. En gewoon een heleboel van die dingen die... Ja. Die allemaal niet uitgekomen zijn. Gewoon een feit zijn eigenlijk. Ja, en je ziet ook qua ESG zie je nou voorzichtig... zie je de eerste critici komen van... ja, het is eigenlijk gewoon een soort scan. Ja, die zitten misschien nog een beetje... in de libertarische echokamer. Maar ja, hier zie je ook al mensen erbuiten komen. Musk die begon daar ook al over. En ik denk dat die ESG... dat ook
ook een ommekeer gaat maken. Mm-hmm. En, maar deze man zei, wat maakt het uit als Miami over 100 jaar 6 meter onder water staat? Maar het punt is natuurlijk dat zelfs in de meest apocalyptische voorspellingen over 100 jaar er geen 6 meter zeespiegel bijgekomen is. Nee. Het is gewoon helemaal niet zo. En ik heb dan ook iemand gezien die heeft dat, die Tony Heller, die heeft dat mooi in kaart gebracht. Dus dan hebben ze zo'n stad en die ligt aan de kust. En dan zien ze, kijk maar, het zakt hier. Het zeeniveau gaat omhoog in deze Amerikaanse stad. Maar dan zegt hij, ja, in deze Amerikaanse stad gaat het omlaag. En dat komt gewoon omdat het zuiden, die Mississippi, dat is een soort rivierdelta. En die zinkt langzaam weg, geloof ik. Dus daar wordt het zeeniveau hoger. Maar ergens anders wordt het zeeniveau lager. Maar dat is gewoon het land wat omhoog of omlaag gaat. Dat is niet het zeeniveau. Dat komt gewoon doordat er een gletsjer heel lang geleden verdwenen is. En het land opveert. Ik bedoel, in Finland gaat het water ook nog steeds van de Finse golf omlaag. Gewoon omdat na de ijstijd wordt dat land dat veert nog steeds op. En dan gaat het zeeniveau omlaag. Dus daar moet je wel allemaal rekening mee houden. Dus ik geloof dat er geen enkele voorspelling is die zegt dat het 6 jaar onder water staat, Miami. Maar hij zegt dan ook, wat maakt het uit? Dat is misschien wat onbarmhartig, maar... hij zei ook wat volgens mij ook niet klopte. Dat is, hij zei van, nou ja, als wij een lening geven over 6 jaar, dan maakt het ons niet uit wat er over 7 jaar gebeurt. Mm. En dat is lijkt helemaal, me niet logisch. Dat lijkt me niet helemaal logisch, want als jij een huis, een hypotheek geeft voor een huis voor 6 jaar en in 7 jaar staat het onder water, dan heb jij ook geen onderpand meer bij 6 jaar. Want het is bekend dat het dan over een jaar onder water staat. Je hebt ook een probleem als bank. Dat klopt niet, maar ik denk dat zijn constatering dat al die... we hadden deze vent al eens eerder besproken, dacht ik. Maar zijn constatering dat al die apocalyptische dingen meestal niet kloppen, dat is natuurlijk ook vaak zo. En dat is ook met financiële voorspellingen zo. Mensen die beurscrashes voorspellen of die enorme houses voorspellen. De Dow Jones staat, of Bitcoin staat op een miljoen over, en anders eet ik me een lul op. Maar wat was de context van die uitspraak? Ja, het was op een financiële, financiële beleggingsbijeenkomst, beleggers. Okay, en hij gaf daar een presentatie en hij dacht gewoon van, nou, het is wel interessant om dit aan te geven dat die extreme voorspellingen vaak niet juist zijn. En Amsterdam staat altijd 6 meter onder water en dat is een heel mooi plaatsje. Dus we kunnen dat wel aan. En hij zegt al, hij zei, ik ben het niet eens oneens met de klimaatwetenschap, maar mensen zijn goed in het overleven en zich aanpassen in moeilijke tijden. Dus dat is eigenlijk nog heel voorzichtig, want ik denk zelfs die klimaatwetenschap, daar klopt helemaal niks van. Dat zijn gewoon allemaal modellen, ze hebben helemaal geen wetenschap. Het is gewoon een model, net zoals die epidemiologische modellen. Van ja, als we niks doen, dan zijn er zoveel mensen dood over volgend jaar. Het is gewoon, wat je wel hebt, is van, kijk, die IPCC, die pleegt al een soort van fraude. Want die probeert het allemaal zo dramatisch mogelijk te maken. En er klopt ook al geflikken van. Maar als mensen zich daar aan zouden houden, dan zou het ook nog niet eens zo erg zijn. Maar dat is voor de politici dan nog niet genoeg. Die doen er dan vaak nog een schepje bovenop ook. Ja, dat is ook zo. En dus het wordt nog overdreven ook gewoon. Dus... een beetje zoals de tovenaarsleraar. Die wetenschappers die komen met een voorzichtige waarschuwing. En dan de overheid die denkt, ja, maar dan moeten we even flink aanzetten om hier beleid voor van de grond te krijgen. Ja, maar ze beroepen zich dan wel op het IPCC, terwijl ze weer een soort karikatuur of een overdrijving maken van IPCC. Maar goed, de IPCC is al een die hebben al een opdracht. World Health Organization, zo'n soort organisatie. Nou, het is van de United Nations. En ze hebben gewoon echt daadwerkelijk, en dat is gewoon ook op papier gezet. En dat laat die Patrick Moore ook zien. Dat is gewoon, zij moeten bewijzen dat de opwarming van de aarde, dat dat door de mens komt. Nou, ga dat maar doen. Er zitten wel mensen met een diploma. Maar, hebben ze in India gehaald. Maar anders zouden ze dat niet kunnen bewijzen zonder diploma. Daar is dat diploma voor, dat je alles kunt bewijzen. Ja, je moet wel kunnen zeggen van de wetenschap zegt. Dus ze moeten ergens in India. In India hebben ze een diploma gemaakt en dan krijgen ze een hele hoop geld. Mits de uitkomst maar vaststaat van wat ze onderzoeken. Ja, ze en dan moeten nog een verhaal maken over. Ja, als we draconische maatregelen nemen en we geven gooien de 300, 3 biljoen dollar tegenaan. Dan is de
differentieel, het verschil tussen wat er normaal zou zijn gebeurd volgens hun modellen en wat er nu gebeurt met die 3 biljoen aan geld, dat is een verschil in temperatuur dat niet eens op een keukenthermometer is af te lezen. En dan heb je ook nog een foutmarge die eigenlijk zegt van maar het hoeft ook niet eens zo te zijn. En eigenlijk is de IPCC, als ze nou echt die IPCC rapporten letterlijk zouden nemen van inderdaad van die dat gaat om duizenden miljarden en dan hebben we een cijfer achter de komma dat in het jaar 2100 dat het 0, zoveel graden dan minder warm is, maar dan met een foutmarge van 60%. Nou, eigenlijk normaal gesproken met zo'n rapport kun je al zeggen van nou weet je wat, we geven er geen cent aan uit, want dit slaat helemaal nergens op. Dan kunnen we nog beter als er iets gebeurt, de dijken wat verhogen of een beetje dit en een beetje dat of een beetje aanpassen. Dat is goedkoper en weet je wel. Maar kennelijk is zo'n rapport van de IPCC is dan al genoeg voor alle verschrikkelijke maatregelen van al die politici en van zo'n Frans Timmermans. En die wou dan beginnen met 15.000 miljard om mee te beginnen. Ja. En dan ook nog een keer van als het dan zogenaamd nog om die CO2 ging, hè, nou, dan zou je dus kerncentrales bouwen. Maar dat doen ze dan ook weer niet, snap je? Nee. Dus ja, en dan is het ook nog zo, dat was dan wat Trump die zei, die fucking Green Deal, dat doe ik niet aan mee. En die had betere resultaten qua CO2, als je tegen CO2 bent, ben ik niet. Maar stel dat je bent er tegen. Had hij het nog beter gedaan met schaliegas en zo, dan hier in Europa met het bos verbranden en met de windmolens. Dus dan kan je nog beter zo'n populist hebben, die over iemand heen piest, zogenaamd. Wat was het ook alweer? In Moskou. In Moskou. Ja, nou ja. Dus, ja, god, maar ja. Nou, ja. Ik denk dat het wel, als je de economie helemaal tankt, dan gaat het op zich wel uitmaken voor de CO2-productie. Ja. Maar we moeten even de berichten heen fietsen, want er komt nog een nieuwe mierensoort aan. Hij zei overigens ook de Millennium Bug, dat was ook zo'n hype die... Klopt. Oh jee, had hij dat ontkend? Ja, hij is een Millennium Bug ontkenner. Oeh, jezus. Dan veroorzaak je inflatie volgens mij. Ja, complotgek, ja. Maar er komt een nieuwe mierensoort aan. Heb je er al last van? Voel het overal kriebel, ja. Is dat vanwege klimaatverandering? Ja, uiteraard. Wat dan wel anders. Ja. Kolonies kunnen 20 jaar worden ook nog. Dus, jezus. En hij heet de schorpioenmier. Oh, en is hij dodelijk? Het leeft mee met vakantiegangers en caravans. Tenten, maar ook koffers. Ai. De eerste exemplaren waren al na de Tweede Wereldoorlog gesignaleerd. Maar die verdwenen meestal weer snel. Als gevolg van klimaatverandering is dat niet meer zo. Oh. Het is 21 graden buiten. In zomer met 21 graden. Dat was het toen niet, hè? Toen was het allemaal beneden nul. Ja, toen was het allemaal 18 graden natuurlijk. En die 21 graden kunnen ze natuurlijk nou niet meer van overleven. Ja. Het rare is wat er ook gebeurt. Ik sprak er laatst ook met iemand die zegt: ja, maar dan kan je toch gewoon zien dat het klimaat verandert? Hoe kan je dat nou nog ontkennen? Maar wat je krijgt is een soort confirmation bias. Hè? Dat als dat van 100 kanten naar je toegeschreeuwd wordt en er komt een keer een warme week, dan denk je van inderdaad, ja, dit is toch wel heel warm. En er is een flinke regenbui en dan zeg je: ja, het is inderdaad natter. Maar als het dan heel droog is, zeg je inderdaad: ja, het is een stuk droger. Het is gewoon. Ja, het is confirmation bias, dat als jij eenmaal ergens op gaat letten, dan ga je het de hele tijd zien ook. Maar goed, kijk, want wij worden dan klimaatontkenners genoemd, maar niemand van ons ontkent dat het klimaat verandert. Er is niemand die dat ontkent. Nee. Het gaat er alleen maar om van of dat door die menselijke CO2 gaat. Nou, dat lijkt me gewoon duidelijk dat dat niet waar is. Nee, iedereen die zich daarin verdiept. Microprocent of zo. Ja, dat gaat helemaal nergens over. En dus zelfs als je. Wetenschappen jou vertellen. Al ga je mee in het IPCC-verhaal. Hè? Laat ik de advocaat van de duivel. Laat ik helemaal meegaan met de duivel. Nou, de IPCC.
Hè? Dus waar alle scare op gebaseerd is. Die zegt, nou, de meeste komt van de zon. 1/3 komt van de broeikas. Dat hebben ze dan al duidelijk. Nou, dat is wel apart, want dat is gewoon niet te berekenen. Hè? Want het kan zowel kouder als warmer worden door de broeikas. Hè? Dat het, als er wolken zijn, 's nachts is het koeler. En weet je wel, dus het gaat twee kanten op, broeikas. Maar anyway, zij denken dat te weten. Ik ga even mee met het IPCC-verhaal. Dus 1/3 komt door broeikas. Nou, dan de broeikas bestaat, het meeste is water. 4% is CO2. En 4% van de 4% is menselijke CO2. Dus dan heb je 33% daarvan 4%. En daar nog eens 4%. En dan gaan wij daar iets van afbrengen. Ietsje pietje. Van weer die 4%, van die 4%, van die 33%. Nou, dat is werkelijk... Ik bedoel, hun verhaal klopt niet. Maar zelfs als je meegaat in hun verhaal, is het nog gewoon fucking peanuts. Het gaat helemaal fucking nergens over. Weet je wel? Echt totaal. Dus als je ook al die klimaatconferenties ziet en dat de CO2-gehalte, dan zie je gewoon dat er gewoon zit een seizoensfactor in, zo'n zaagtand. Die gaat zo omhoog en er gebeurt helemaal niks. Geen een van die conferenties hebben ook maar enig effect gehad. Nee, maar je kan zelfs naar de, richting de ijstijd toe. Je kan, we hebben hele hoge concentraties gehad van CO2 op aarde. En tegelijkertijd ijstijden gehad. En je ziet geen enkel verband tussen een koude aarde en een warme aarde en de CO2. Je kunt geen verband zien tussen die twee. Historisch gezien. En ja, dat is ook wel logisch. Wat ook wel apart is, nou laatst. Dat die olieprijs die loopt natuurlijk omhoog. Omdat die oliebedrijven die mogen helemaal niks meer investeren. En die krijgen geen ESG geld meer. En ze krijgen geen vergunningen. En ze zijn overal de quiet peer. Dus ja, die pompen alleen nog olie uit wat ze al hebben. En raffinaderijen mogen ook niet gebouwd worden. Dus het is gewoon een beetje opverteren en dividend uitkeren. En nou is de olieprijs opeens hoog en inflatie en bla bla bla. En nou komt Biden opeens. Ja, jullie moeten meer olie produceren. Dus ja, hoe dan? En nou begon hij te dreigen vandaag. Dus vandaag begon Biden te dreigen naar die oliemaatschappijen. Van nou, anders gaan we onze tools gebruiken. Dus jullie moeten meer olie produceren, anders gaan wij onze tools gebruiken. En wat zij tools noemen, dat is een eufemisme. Voor geweld natuurlijk. Dus nou krijg je dat ze straks gedwongen moeten gaan boren naar olie of zo, waar het eerst verboden was. En dat heb je altijd bij de overheid, dat het zo om kan draaien. Ik zie dat ook nog wel met social distancing gebeuren. En dat je mag niet naar een restaurant doen. Dat is op een gegeven moment dat je verplicht in een restaurant moet gaan eten of zo, als die sector dan het onder dreigt te gaan. Ze zijn altijd, draaien ze na een tijdje 180 graden en dan gaat het opeens van verboden naar verplicht. Nou, ik vind het wel apart. Kijk, weet je wat het is met die klimaatverandering? Dat mensen zeggen van, ja, ik merk het wel in Nederland. En dan denk ik, ja, wij hebben een zeeklimaat. Dus het is verschrikkelijk afhankelijk van waar die wind vandaan. Als wij geen oostenwind hebben in de winter, dan hebben we gewoon geen winter. Dan hebben we gewoon helemaal geen fucking winter. Helemaal niks. Geen ijs, geen fucking winter. Ja, dan heb je misschien een dag ijs of 's nachts heb je een keer ijs, maar dan kun je niet schaatsen, dat bedoel ik gewoon. Maar dat komt omdat, weet je, daar zijn wij volledig van. Als wij dan wel die oostenwind hebben, dan hebben we bijvoorbeeld in één keer -20, weet je wel. En dat is allemaal zo ontzettend veel belangrijker dan die klimaatverandering. Kijk, ik geloof wel dat het een keer 2 graden heter is geweest op aarde en een paar graden minder. En dan praat ik over de afgelopen 1000 jaar. Als je dan over 100.000 jaar of je praat over 1 miljoen jaar, dan heb je veel grotere verschillen natuurlijk. Maar als je gewoon kijkt naar van de Middle Evil Warm Period of de Roman Warm Period en de kleine ijstijd in de Gouden Eeuw. Ja, dan geloof ik wel dat je hebt periodes dat het kouder is. Maar zelfs dan, weet je wel, als het om Nederland gaat, is het gewoon... De invloed van het weer gewoon, van hoe de luchtstromingen zijn, dat is zo ontzettend veel meer bepalender dan... Dat het gewoon gemiddeld op aarde gewoon een paar, gewoon iets achter de komma warmer is.
Als het 0,2 warmer is op de aarde, dan ik bedoel, voor ons is het veel belangrijker dan dat we oostenwind hebben bijvoorbeeld in de winter. Want dat scheelt namelijk gewoon 20 graden. Weet je wel, dat scheelt niet iets achter de komma. Dat is gewoon een gigantisch groot verschil. En als dat een paar jaar niet gebeurt, dan zeggen ze, ja, nou, we hebben geen warme winters meer. We hebben geen koude winters meer. Maar dan heb je ook nog andere veranderingen. Want we praten over de hele aarde. Nou, het kan ook zijn dat inderdaad op een gegeven moment met die polen die wat gaan veranderen, waar wij nu zitten, dat het misschien wat warmer wordt. En dat bij de Zuidpool weer kouder wordt. He, want je hebt bijvoorbeeld die gletsjers bij de Zuidpool, die worden geloof ik groter. Ja, die Piranha Moreno, zo ben ik geweest inderdaad. Jij bent overal geweest, Peter. Chili is dat. Ja, maar dat was inderdaad een gletsjer die groeit aan. Hè. Ja, die groeit aan. Maar bijvoorbeeld hier, wat je nu in Australië hebt. Van Australië had je die bosbranden. Hè, want dan had je allemaal die mafkezen, die green parties. Dan mocht je geen gras meer maaien of laten afbranden of op laten vreten. Dus dat was gewoon een soort tijdbom. Hè, dat die hele boel in de fik ging. Nou, die boel die ging in de fik. Nou, de klimaatverandering. En het is daar gewoon zo koud. Er zit 60 centimeter sneeuw. En het is gewoon een super strenge winter. Nou, en dan moeten ze ook weer verhaal maken. En dan komen ze ermee van, ja, we hebben extreme stromingen vanaf de pool. En dat komt natuurlijk ook allemaal weer door klimaatverandering. Weet je al, of weet ik van wat. Maar goed, hier in Nederland weten wij dat. Want dat komt niet op het nieuws, hè. Als er branden zijn in Australië. Nou, en dan komen de inzamelacties en die arme koala's. En dan zullen we iedereen huilt. En iedereen verandert zijn Facebookpagina profielfoto. En het is weer. Weet je wel? Maar nu er 60 centimeter sneeuw ligt in Australië. Heb je er één nieuwsbericht over gehoord? Nee. Helemaal niks. Alleen voor jou. Dus je krijgt ook alleen maar de hele tijd dingen die het naar het. Als jij zo'n mafcase hebt van, nou, je ziet toch wel om je heen dat het klimaat verandert. Hè? In Australië, de bosbranden en Californië. En hier hebben we geen afstedentocht. En tel het allemaal maar bij elkaar op. Ja, maar zij tellen het bij elkaar op van wat ze voorgeschoteld krijgen. Ja, want het aantal doden door natuurrampen zit al een hele lange dalende trend. Ja. En die bosbranden, dat is gewoon de houtkap is verboden. Ja. Dus in Californië en Australië. Dus je mag geen hout meer, of geen bos meer kappen, want dat is allemaal super beschermd. Maar dan krijg je een enorme berg dood hout wat op de vloer ligt op een gegeven moment. En als dat niet af mag branden, dan op een gegeven moment komt er een keer een hele grote brand waarbij die hele voorraad brandstof te fik in gaat. Nee, maar ik bedoel, Australië bijvoorbeeld. Kijk, ik heb kinderen en die moesten verplicht naar het jeugdjournaal kijken op school. Nou, het jeugdjournaal is nog erger dan het NOS-journaal. Nee, je kunt het niet geloven, maar het is nog erger. En, maar dan hebben ze altijd iets van dieren in. Hè? Want dat is voor kinderen. Kinderen moeten geboeid blijven. Nou, je zou nu schitterende dierendingen item kunnen doen van die kangaroes die door de sneeuw heen springen daar in Australië. Schitterend ziet het eruit. Maar dat zal niet gebeuren. Snap je? Katten die corona overbrengen. Ja, oh. Wat een gigantisch mooi bruggetje. Ja. Ja, dit is wat Wappies al heel lang zeiden van dit gaat gebeuren. Van ze komen voor onze huisdieren. De huisdieren zijn Dit vertelt mijn biologieleraar nog op school. Van de kat is de slet van de wijk. Die brengen ziektes over. En dat is gewoon wel waar hoor. Want ziektes worden gewoon echt door dieren overgebracht. De pest het was zelfs zo. De pest werd overgebracht niet door de ratten, maar door de luizen die op de ratten zaten. Ja, klopt. Ja. Dus, nee, maar het wordt ook gewoon verkoudheden en griepen. Daar wordt ook van gezegd dat de dieren die eigenlijk opslaan. Op het moment dat het voor ons, de periodes in de zomer, dan hebben we weinig griep.
En dan die dieren die houden dat dan eigenlijk in stand tot de volgende winter. En dan pakken wij het weer over. Maar ik wist niet dat katten zoveel ziektes... wat voor ziektes geven ze allemaal over dan? Behalve wat mijn leraar op school vertelde, kan me nog herinneren. Die zei, ja, de kat is een slet van de buurt. Want ja, iedereen aait het, maar iedereen hoest het ook onder. Dus de kat komt bij iedereen. Dus de kat die zit niet alleen maar in één huis. Die heeft een gebied. En, hoesten die katten bij... ook? Hoesten katten nee, ook? Nee, maar die komen bij mensen die hoesten. Ja, maar dus, hoe brengen katten het weer over naar andere mensen? Nee, mensen die aaien de kat. Dus de een die hoest de kat onder en... De kat loopt naar het andere huis. Ja, maar en daar wordt die geaaid. Corona kan dan wel via handen verspreiden, zeg jij? Want dat is wat... Ja, met die handen zit je weer overal aan. Dan moet je dan weer in je bek stoppen. Nou, ja. Als je rotties zit te eten. Ja, dan ga je zitten eten. En net met die kat zitten aaien. Dus ik heb het ook gewoon gezien. Ik heb gewoon mensen... Er komt zo'n kat binnen van de buren en iedereen aaien en dan volgens de pizza naar binnen werken. Ja. En, maar zijn ze dan ook een week later allemaal ziek? Hoeft niet, maar het kan. Het kan. Maar zo gaat het. Zo gaat het. Ja. Je weet niet wat jij met je handen doet. Je moet maar eens even bijhouden wat jij met je handen doet. Ja, ik heb geen idee. Of die mensen hebben een geweldig immuunsysteem. Daar wil Jan Mark het niet over hebben wat hun handen allemaal doet. Ja, maar het is ook niet erg. Dat zorgt voor groepsimmuniteit. Ik zie het zelf die als... Die kat is zorgt voor groepsimmuniteit. Ja, je kat moet je omhelzen. Die moet je gewoon koesteren. Ja, ik zorgt voor groepsimmuniteit. Het is gewoon goed. Maar zit er een nieuwe markt in? Want ik had toen op een gegeven moment eens een keer een verhaal gehoord over Big Pharma in de USA. En dat ging toen over antidepressiva. En er was dan hele gezin zat dan onder de antidepressiva. Van de hond aan toe, ja. Ja, en één niet, en dat was niet de hond. De hond zat er ook aan de antidepressiva. Ja. Maar... Van de Louis Theroux was dat, hè? Maar kunnen wij in Europa dan ook dat kat ingeënt wordt tegen corona, bijvoorbeeld? Ja, tuurlijk. Als dat geld aan het verdienen valt, dan gaan ze dat ook doen. Maar testen lijkt me grappig. Dat je kat gaat laten testen. Is dat nog? Daar zijn ze toe in staat. Ja. Zelfs de goudvis. Als het moet. Als er geld aan het verdienen valt. Gaan ze zelfs de goudvis maar testen. Ik had dat filmpje erbij geplaatst. Van de Simpsons. Hè? Dat ken je wel. Hè? Ja. Ja, de reden dat ik niet getoond heb. Is vanwege copyright. Oké. Dat was een Maar het is dan toch wel dat leven gewoon cartoons gaat imiteren. De cat flu. Simpsons cat flu. Google het maar. Ja, maar dan wordt de kat echt in een plastic zak dichtgeritst en weggegooid, hè? Maar dat is echt van wanneer is die aflevering? Ja. Het zal een oude zijn geweest, hè? Ja. Ja, ik zag hem inderdaad toen corona net begon. Toen zag ik inderdaad het filmpje ook voorbij komen. Ja. Zij bestond al toen corona begon. Wordt dat gezegd in de chat? Kat in het nauw. Ja. Nou, eens even kijken, want het is al 11 uur. Ja, ik moet even nog snel even doorheen werken. Want ik wil ook naar bed. En ik heb, hoe noem je dat, morgen moet ik vroeg op. Ja, volgende bericht. Geico is een verzekeringsmaatschappij bij order to pay 5,2 miljoen to women who contracted HPV in men's car. Dus dat was een man en een vrouw die hadden seks in een auto. Ja. En, die vrouw zegt, ja, daar heb ik HPV opgelopen. En nou willen ze die verzekeringsmaatschappij voor de auto, die heeft daarvoor moeten betalen. Oh, die moet, heeft een miljoen moeten betalen of zo. Nee, 5,2 miljoen. Okay. Maar waarom? Nou, het is een aansprakelijkheidsverzekering van die auto. Dan ben je aansprakelijk voor de schade die auto aanricht. En zij beweert, ja, die, uh,
Die, ik heb schade opgelopen. En ik ga het verhaal op die verzekeringsmaatschappij, de aansprakelijkheidsverzekering van de auto. Mark zit te kijken van, huh? Ja, maar, wat heb ik allemaal in die auto uitgesproken? Dat is net zoiets als dat als mensen, gun manufacturers, dat die aansprakelijk kunnen worden aangesteld voor een moord of zo. Dus, ja, maar het was voor haar een noodzaak om te gaan neuken in die auto, want die auto maakte haar zo geil. Nee, zij had daar gewoon voor gekozen. En, maar ja, dat is gebeurd. En ik word toch die autoverzekering aansprakelijk gesteld. Is dat al een uitspraak? Of? Ja, dit is een uitspraak al. Ja. En wat is die luid? De Missouri Court of Appeals has upheld a 5,2 million, dus het is al een beroep geweest ook, 5,2 million award against Geico after a woman filed a claim because she contracted sexual transmitted disease in the car of a man who was insured by the company according to court documents. Okay, even normaal Nederlands. Nou, de Missouri hoger beroepscourt heeft in stand gehouden een 5,2 miljoen. Dat is geen normaal Nederlands. Ja, ik ben geen tolk die je online kan vertalen. Ik heb een aardige borrel op, dus. Maar het is in ieder geval toegekend. Het is toegekend. Ja. Maar dat is toch gewoon belachelijk, want dit geeft gewoon. Dit is een overheidsrechtspraak. Zou jij van een rechtssysteem lid worden die zulke uitspraken doet? Ik denk het niet namelijk. Ik denk maar, dat als... is dit, maar dit geeft een precedent. Stel, ik ga in een auto rijden. Ja? Ja. En ik heb de neiging als ik auto rijd om dan tegelijkertijd een Indische rijsttafel te eten. Ja? En ik verbrand mijn mond. Ik heb allemaal blaren. En dan ga ik die verzekeringsmaatschappij dan, want ik heb schade opgelopen in die auto. Mijn hele bek verbrand en ik heb ook mijn satésaus laten vallen op mijn schotum. En er zitten ook allemaal blaren op mijn lul. Ja? Je zou het kunnen proberen. Ja, dat denk ik wel dat je het kan proberen. Want als dit kan, wat kan niet? Dit is toch belachelijk? Dit is toch bizar? Ja, maar we hebben toch al meer van het Amerikaanse rechtssysteem gezien dat er belachelijke dingen in gebeuren. Toch, het is ook, als je een magnetron koopt en je gaat je hondje erin drogen, dan kan je ook de magnetronfabrikant verantwoordelijk stellen, omdat hij niet in de gebruikshandleiding had gezegd van gebruik dit niet om je hondje te drogen. Ja. Amerika heeft al heel lang dit soort absurde dingen. En in zekere mate is in Nederland is het rechtssysteem ook absurd duurder. En ja, dit is een staatsrechtssysteem. Je kan je lidmaatschap er niet van opzeggen. Dus dat kan ontsporen. Mensen kunnen er niet weg. Nee. Ja, goed, nu gaan al de verzekeringsmaatschappijen in kleine lettertjes in een deal zetten van als u dit en dat in de auto doet, dan zijn wij daar niet voor verantwoordelijk. Dat is dus wat dat nou zal gaat wel gebeuren inderdaad. Maar het kan ook gewoon zijn dat de premie omhoog gaat. Dan zie je bij die gezondheid. Bij die chirurgen, die worden ook overal aansprakelijk voor gehouden. Nou ja, dan kun je nog twee verschillende soorten verzekeringen aanbieden. Een dure premie van wat je vergoed krijgt als je, dit is. Doen ze al. Maar dan krijg je... En de normale... Wacht even, als de rechtbank dit soort claims omhoog houdt, dan denk ik dat alle verzekeringspremies duur zijn. Ja. Want dat is the law of the land. Als dit een precedent is, dan worden alle verzekeringspremies duur. Ja, je kunt ik denk niet dat ze er onderuit aanpassen. Kunnen komen met een clausule. Wel voor de nieuwe leden. Of voor vanaf volgend, vanaf als je verzekering verlengt, dan is dit een nieuwe voorwaarde. Dat zie je in Nederland ook. Daar ga jij vanuit. Maar volgens mij. Nou ja, ik zou dat wel doen als verzekeringsmaatschappij. Als dat werkt, als dat voldoende is. Want je kan sommige dingen. Kan je gewoon ook niet met een onderlinge overeenkomst. Er is geen vrijheid van contract. Hè? Het is niet zo dat je kan zeggen van we nemen neem je een clausule op dat ik gewoon van mijn werknemer af kan als ik die wil ontslaan. Nee, er is een overriding rule van de overheid die zegt van je mag ze niet ontslaan als ze staken of zo bijvoorbeeld. En daar kan je niet met een contract onderuit komen.
heb je ook nog eens daar bovenop een metropanel. Want die vinden dat Schiphol moet krimpen. Ja. Ja, dat valt in het categorie van ja, nieuwe, kans, nieuwe vakantie rechtelijk... is bagger en... Oké, ik wil zeggen nieuwe rechtelijke macht, maar... Je ziet ze ook, die drie metro. Is dat trouwens de tegenhanger van Vrijheid Radio, het metropanel? Denk het, nee, het zijn de drie hysterische twitteraars die zich verenigd hebben. Hoeveel heb jij gezopen, Johan? Ik kom bijna niet naar je... Bijna oh jezus, klinkt zo erg. Ja, je klinkt echt verschrikkelijk. Je hebt een dubbele tong, man. Oké. Sorry. In ieder geval de drie hysterische twitteraars, die hebben zich verenigd in het metropanel. Ja, klinkt je echt open. Je kunt het, Joe. Ja, je klinkt bezopen. Oké, sorry. Nee, maar ja, maakt niet uit. Het is vrij radio. Als je, ja, het is ook een team van experts. En die ene expert zegt, het is onze verantwoordelijkheid om de route richting Krim te gaan bewandelen. De volgende expert die zegt, voor de Nederlandse economie maakt Krim van Schiphol niet zoveel gek uit. En de laatste expert zegt, ga die tickets duurder maken. Dus het is echt een diversiteit van meningen. Het team gaat gewoon zwaar met elkaar in de clinch over welke kant op moeten. Ja. Volgende bericht. Want anders valt Johan helemaal weg. Volgende bericht. Even kijken hoor. VS. Oh ja, dit was een berichtje van de New York Post. Ik heb even de YouTube variant ervan gekozen. Want voor de Washington Post, weet ik veel, zo'n linkse krant. Ja, New York Post is normaal een oké krant, maar goed. Ja, sorry, Washington Post. Washington Post. Nou, dat is een kut krant. Ja, of Times, weet ik veel, een andere krant. Het staat New York Times trouwens. Ja. New York Times, die zijn bekend. Ik weet het niet. New York Times. Klinkt zo erg. Klinkt zo erg. Oké. Okay. Ja, nou goed. In ieder geval US Lex Clear Picture of the Ukraine Wars Strategy Official Say. Ja. Strategy. Wat? Dat is een probleem. Ik verstond strategy niet totdat ik het las. Maar goed, maakt niet uit. Ja, dat klopt wel, denk ik. Dat ze geen strategie hebben. De enige strategie is om het zo lang mogelijk te laten duren. Dat is toch? Ja, het kwam in het kort erop neer dat die gasten willen eigenlijk geen informatie geven aan de VS. En ja, ze willen wel heel veel wapens ontvangen. Daar komt het in het kort op neer. Beetje de korte samenvatting van het hele verhaal. Ja. Ja. Nou, dan nog één bericht. Laat. Ja. Oh ja, ik weet niet of jullie er nog wat over wilden zeggen. Nee, laatste bericht. Nee, ik denk dat we het zo mogelijk moeten houden. Oké. Ja, goed. Ja, we houden bij deze samenvatting. Het lijkt misschien snel te gaan, maar het valt best wel mee, joh. Ja, vorige week hadden we hier al over gehad. Volgens mij had hij vorige week genoemd dat er een gast opgepakt was. Ja, inderdaad. Ja, in Hongkong en beenketenen was afgevoerd ook. Van een vliegveld, een Republikeinse kandidaat. Moeten we trouwens die E-gulders nog doen? Want. Ik heb een momentje. Ik zie Ron Paul getypt worden in de chat door inderdaad. Ja, dat moeten we even maar doen. Ja, dat doen we even. Ja, dan gaan we daarna even hierover verder lullen. Nee, alleen zonder mij. Ik ga het door. Doei doei. Oh, jezus. Misschien ook. Oh, oké, hij is al weg. Oké, nou ja. ja, hoppakee. Even kijken hoor. Jezus, begin dat ook alweer. Oh ja, hier al. Ja. Even kijken hoor. Showwheel. Hoppakee. Ja, dat is die. Oké, mensen. Ja, je laatste kans om uit te betekenen Ron Paul in te typen. En dan maak je kans op 10 egels.
En dan ga ik nu even op die. Nou, ik wacht nog wel even. Je weet me nooit, hè? Je weet me nooit. Spin, hoppakee. Ja. Idee. Dat is. Oh, vrijheid radio. Iedereen krijgt wat. Ja. Woo! Ziek idee. Ja, hoppakee. Ja, het is feest. Ja, waar staat hij op? Krijgt... 8 cent? 8 cent staat hij op? Of staat hij ja, op? Is dat heel laag. Ja. Ja, goed. Iedereen krijgt wat. Hij hoppakee. Gaat naar de euro, zegt Joosje, dus dat komt allemaal goed. Ja, moet ik weer even teruggaan? Even kijken, hoe doen we dat ook weer? Beginnen. Hij staat op 9 cent. Hij is 4,9% gestegen. Dus, oh, alles stijgt gewoon. Oh, wauw. Ja, alles stijgt. Daarom zijn we allebei de dip, hè. We hebben het bit niet gekocht. De dip niet gekocht. Ik wel. Oh, 20,8 ja. Ja, bitcoin iets. Ja, dat kan nog altijd nog. Ah, het zijn kleine beetjes, nog hè. Nog een low kan ook nog. Ja, ik ga er wel out. Vanuit. Dus, fake out. Lower. Ja. Maar in ieder geval, ja, dat was deze kandidaat. Die was opgepakt. Wil je nog wat over zeggen? Nou ah, ja, ik ben benieuwd waarom jij dit bericht hebt. Komt het voor jou of niet? Ja, ik had zoiets van, nou ja, dat is tijdens verkiezingstijd gewoon zomaar een gast oppakken die verkiesbaar is. En zo, ook nog zo laat, hè? Het was 17 maanden na de tijd. Ja, maar het zou gewoon niet moeten mogen, toch? Natuurlijk niet. Ja. Nee. Ja, het is... Maar ja, ze hebben bij het wel anders ook gedaan, hè? Het is alleen, hij was aanwezig daar. Hij heeft eigenlijk gewoon helemaal niks gedaan. Nee, niks misdaan. Hij was alleen aanwezig. Opgeroepen tot blablabla. Ja, ja, maar ze hebben het wel ook gedaan, weet je wel, tijdens verkiezingstijd opgepakt en geen journalist die wat van zei van, hey, waarom werd hij opgepakt? Dat is een heel verhaal. Wat was hun uitleg? Ja, de OM had zoiets van, nou ja, laten we hem even verdenken van iets wat we niet kunnen bewijzen, maar... Daarna laten we hem vrij. We hebben geen bewijs, maar dat gaan we wel vinden als we hem opgepakt hebben. En dan gaan we dus een spulletje snuffelen. Net zolang tot we bewijs hebben. En toen hadden ze niks. Is hij vrijgesproken en toen gingen ze in hoger beroep. Ja. Snap je? Ja, terug. Ja, ja goed. Ja. Dus gewoon... Gewoon de rechtelijke macht die concurrenten wil uitsluiten, want hij was verkiesbaar. Hm? Ja, het is gewoon een politiek spelletje. Officieel mag het niet, maar toch doen ze het. Ah, jij gaat die ledenvergadering van LP, die ga je live uitzenden, maar ben je daar aanwezig dan of niet? Tuurlijk, want anders ga ik het niet uitzenden. Hè? Maar ben jij lid dan? Ja. Jij bent lid van de LP. Ik ben lid van de LP geworden. Ook omdat jij altijd je verkiezingspas in de fik steekt. Mm-hmm. Maar dan kun je wel lid zijn van de... Oké. Dat moet ik wel, want anders kan ik daar... Ja, ik ben even de Luc Radowski van Nederland nou, hè? ja. Hey, ik kap er ook mee, want ik heb morgen vroeg een hoop shit. Dus ja, ik heb morgen ook een hele fucking drukke dag op mijn werk. Hey. Ik zat al een beetje van shit, ik wil slapen. Nou, dan gooi je lekker de tune erin, jongen, Johan. Ja, tot later. Dat gaan we ook doen. Even kijken hoor. Die tune ook wel vinden. Jezus, wat zit die tune? Oh, hier oh. Hoppakee. Ja, als het goed komt, nou, tune zijn. Ik moet steeds een visueel iets van maken. Ja. Volgens mij was dit het. Hoppakee. Hartstikke idee, ik ga afsluiten. Oh, ben je er alsnog?
Even kijken.